Voila. Begonnen. Top. Goedendag. Raf. Dag komen. Waar zullen we beginnen? Oh, hoe, voelt het om een, het begin? hoe voelt het om een half jaar werk in één telefoontje uh, zien te niet gedaan worden? Oeh, <laughs> dat, dat is een pittige uitspraak. Dat... Ik ben nog in de verwerkingsfase mm. van dat telefoontje. Dat, uh, dat ik een kwartier geleden gekregen heb. En uh, ja, het, voelt niet, het, voelt, het voelt vreemd om, om daar nu zoal, om dat zo netjes al op te schrijven en dat hier voor me uit te leggen hoe dat dat voelt. Zullen we er zelfs op terugkomen? Ja, dat is goed. Dat is wel een goede cliffhanger. Hè? Het is wel, ja. en het is ook wel goud voor mij om zo'n telefoon uit te zetten. Het is jammer ja. voor u natuurlijk. Maar daar zullen wel eens op terugkomen, maar uh, het is ja. wel mooi voor mij een, een, een mooie introductie. Ja. Uh, Oké, okay, Raf. Uh, ik, ik, zou, uh, ik zou zeggen. Uh, laten we dan bij het begin beginnen. Um, misschien, misschien kort kader. Ik ga u zo dadelijk vragen om u voor te stellen. Maar misschien kort kader langs mijn kant. Wij uh, kennen elkaar. Um, ik denk sinds een jaar of vier ongeveer. Een uh, voornamelijk uh, digitale uh, ja. vriendschap of, uh, of, ja. of kennis. Um, ik denk, uh, we hadden het er net even over, uh, naar aanleiding van Jan Pijpen of uh, mijn mijn babbel dat ik met hem heb gedaan. Ben ik op uw spoor gekomen? Uh, of je hebt dat van mij, afhankelijk van hoe je het wilt bekijken? Welkom in de show trouwens. Dankjewel uh, voor de uitnodiging. <laughs> en um, en, en um, ik had altijd het gevoel dat je iemand waard dat dat um, ja, met veel aandacht en, uh, en ook plezier. Uh, verhalen volgt, uh, onder andere dat van mij, uh, met met uh, belangstelling. Um, en ja, zo over de jaren hebben onze hebben onze paden een aantal keer gekruist. En het was eigenlijk uh, een paar weken geleden. Jij hebt um, een van de topvrouwen van een proximus of een bedrijf. Je hebt daar eens een interview mee gedaan. Ik 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 weet niet of toen je Saskia van Uffelen kan. dat? Ja, dat klopt. Ja. Wel, het was op het moment van de open brief die Saskia stuurde, of Saskia en dertig of zo andere CEO's, naar de Vlaamse overheid of naar de federale overheid. Of de federale overheid die er niet is. Uh, dat ik haar even begon te googlen en terug weer uh, bij Utrecht kwam. Uh, je hebt een interview of een babbel uitgeschreven op uw website. Ja. En ik dacht: Dit is nu de druppel of dit is nu uh, het moment dat ik uh, Raf ook eens. Uh, op deze manier erbij hmm. wil betrekken. Dus dat was weer een zoveelste ja. raakpunt. Uh, um, ja, dat dacht. Uh, fijn, fijn om u hier uit te nodigen. Leuk om hier te zijn. <laughs> ik, ga, ik ga gewoon uh, u vragen om uh, uzelf voor te stellen. Om mezelf voor te stellen. Ja. Saskia van Nuffelen. Ja, ik begin. Ik, ik, ik pak maar iets wat. Wat voor de hand ligt, eigenlijk, want ja, wie ben ik? Ik, ik? ik ben iemand die ook een podcast heeft, onder andere um, de Story Club podcast. En dat is nu twee jaar dat ik me, 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 met mensen praat en Saskia van Nuffelen waar je over sprak. Die, die heb ik het jaar daarvoor gezien. Dat was voordat ik met uh, de podcast, dus de audio-opname, begonnen ben. Uh, sprak ik ook al met mensen die mij inspireerden. Dat begon eigenlijk vooral met leidinggevenden. Leiders of ondernemers, over wie zijn ze en waar zijn ze naartoe op weg. Dat was eigenlijk mijn uh, centraal uitgangspunt. Wie zijn ze echt? Um, de authentieke leider. Hun dieper liggende verhaal. Wat zijn de thema's waar ze mee bezig zijn? Hoe staan ze in het leven? En de eerste gesprekken die heb ik vooral uitgeschreven. Um, dus dat heb, je, dat heb je gezien. En later ben ik het beginnen opnemen. Storyclub Podcast had nu, denk ik, 60 audiostukjes online en, en 20 geschreven stukken. Mensen kennen mij misschien daarvan. Um, verhalen is wat de rode draad door mijn leven. Taal, denk ik. Communicatie. Mensen kennen mij misschien van, van een van de boeken die ik geschreven heb um, over storytelling en vaak de combinatie met leiderschap. No Story, No Fans was het eerste boek. Toen ik nog de ambitie had om de wereld te veroveren in het Engels. Mm. En dan sterke verhalen, sterke leiders, was uh, het tweede boek. En dan het derde boek Raak, de kracht van je persoonlijke verhaal. Dus verhalen, leiderschap, communicatie, taal. zowat de rode draad, denk ik, uh, in wat ik doe. Wie ik ben, dat is natuurlijk. Uh, daar hebben we nog wat tijd voor. Mm. Ik hoorde het net ook zeer duidelijk in de manier waarop je het woord eigenlijk uitsprak. Het deed mij direct denken aan een aantal vrienden die dat op exact dezelfde manier uitspreken. Je zit van de Kempen, mol, hmm. maar Balen. 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 Um, kunt je daar uh, iets meer over vertellen? Uh, ja. Balen heeft een, heeft een heel sappig accent. Dus uh, daar kunnen we zeker ook zelfs naartoe. Ik ben aan het twijfelen of we moeten switchen aan dat accent, maar dat ga ik misschien straks doen, als we wat verder zijn. Maar balen is heel tof. Dat, dat, als je Tom Bonen ooit hebt horen spreken in de early years, de wielrenner, hm. balen is dat eigenlijk, ik ben van balen. Um, dus dat, dat, dat accent dat zit ook nog wel in mij. Dat is, dat is de kempen, hè. Dat is de, camping, dat, dat, dat is de plek waar ik ben uh, opgegroeid. En die ik dan verlaten heb om te gaan studeren. En ik ben eigenlijk nooit teruggekeerd. Zo. Dat klinkt dramatisch. Ja, maar zo voelt het wel een beetje, die ik verlaten heb. Die plek die ik achtergelaten heb om niet meer terug te keren. Mijn ouders wonen daar, mijn broer woont daar. Maar zelf heb ik uh, mijn actieve leven en ook mijn vriendschappen elders uitgebouwd. Nadat ik... Uh, daar op mijn 18 jaar stilletjes aan uh, ben vertrokken. W wanneer had je het besef dat je daar niet meer terug wilde gaan? Dat was vrij jong. Dat besef dat had ik toen ik besliste om niet in de buurt te gaan studeren na mijn uh, humaniora. Uh, wist ik vrijwel zeker dat mijn basisgrond niet in Balen zou zijn. Waarom? Omdat op mijn 18 jaar had ik het gevoel dat ik stevig in het leven stond of toch op weg was uh, naar een beetje stevigheid. En ik kwam uh, uit een periode daarvoor die, die best pittig was. Um, en dat heeft dat, wel, dat heeft dat wel gekleurd. En dat is zo de periode tussen mijn, tussen mijn 12 en mijn 15. Heeft, heeft, uh, heeft zeker gemaakt dat ik het gevoel had dat ik niet heel veel binding had met, uh, met Balen of met de mensen en, en de streek. Dat was een periode waar ik, waar ik eigenlijk meer eenzaam was, waar ik minder vrienden had, waar ik mezelf een stuk had opgesloten. Um, tussen mijn twaalf en mijn vijftiende zo'n periode dat je eigenlijk wel veel vrienden maakt. 16, 17, 18 was dat wel een stuk teruggekeerd, maar dat heeft toch zeker zijn sporen nagelaten en gemaakt dat echte, hechte, diepe vriendschappen die vaak mensen doen in die periode niet echt zijn ontstaan. En, en die zijn dan eigenlijk wel ontstaan vanaf mijn 18, 19 jaar. En dat voelde heel vertrouwd en goed. En daar was ik voor een stuk, denk ik, ook op zoek naar. En dan was ik blij dat ik dat vond. En dat maakte dat ik niet het gevoel had te moeten terugkeren. Hmm. Het ging er niet zozeer om dat je wist waar je naartoe ging. Het ging er wel, <clears throat> wel om dat je wist waar je niet naar, je niet naar zou terugkeren. Ja, zo'n periode. Tussen die periode van, van, ja, weet je, 12 jaar met je kind. Um, ik was een kind en. En dat is heel erg tekenend. En dat, dat, dat is een periode van, van, ja, van pesterijen, um, waar ik het gevoel had alleen te staan op de wereld. En ik mij dan ook een stuk heb teruggetrokken eigenlijk. Uh, in mezelf eigenlijk vooral. Daar met heel weinig mensen ook over gepraat. En, en ik ben daar nu wel helemaal oké okay mee. Maar ik weet dat dat heel veel invloed heeft gehad op, op wie ik ben. Um, tot op de dag van, van vandaag. En ja, dat dan ook gemaakt heeft dat ik op mijn 18 jaar het gevoel had een keuze te maken van verder te gaan naar een andere plek. Of ja, zo eenvoudig was het voor mij eigenlijk. Is dat verhaal wat uh, nog maar recentelijk, een aantal jaren geleden, voor u duidelijk is geworden of zich heeft uh, gekristalliseerd? Ja, dat is een verhaal dat, dat, dat ik denk dat, dat bij zoveel mensen die, die te maken hebben met, met pestgedrag, um, dat, dat, dat je een heel leven meedraagt. En dat dat niet nu recent boven water is gekomen. Dat, 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 dat is iets wat deel uitmaakt van, van, van wie ik ben, van mijn identiteit. Maar het kleurt niet langer meer uh, mijn gevoel of ja, het, het heeft minder invloed. Uh, vandaag op de dingen die ik doe. Dus ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik kan er ook heel makkelijk over vertellen. Er zit geen verdriet op. Uh, dus, dus de pijn daarvan is, uh, die is, die is, die is eigenlijk wel verdwenen. En ik, ik kan daar makkelijker naar kijken en zeggen van dat was een deel. Het maakt van wat ik ben en wie ik ben. Maar dat is oké. Okay. Hmm. Maar de bron van de, van de pijn of van dat verdriet was uh, pestgedrag op jonge leeftijd. Of het slachtoffer van pestgedrag. Ja, ik vind dat wel. Hè. Dat is alleen het feit dat ik... Ja, ik, ja, ik, 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 heb, dat, ik heb dat wel zo ervaren... Um... Weet je, je kan altijd als je terugkijkt, hè, dat, dat, dat is de oorsprong, denk ik, van, van, van pestgedrag, Is dat dat mensen die daar de slachtoffer van zijn, altijd gaan relativeren. En, en misschien wel denken: van het ligt aan mij. Mm. En, en, en ik zou dat nu ook kunnen doen en denken: van ach, het viel eigenlijk allemaal wel mee. En, en puur zakelijk en nuchter bekeken, denk je van ja, je ja, had toch dit of dat viel. Maar de waarheid is dat dat voor. Een, een, een kind, en elk kind dat, dat, dat op 12, 13 jaar geconfronteerd wordt met pestgedrag, dat dat fundamenteel ingrijpend is op een heel belangrijk stuk, op een heel belangrijk moment in iemands leven. Um, en, en dat dat toen absoluut niet um, door mij werd gerelativeerd. Um, dus dat was toen zeker ja, op jonge leeftijd een, een, een ingrijpende gebeurtenis. Hmm. Wat wou je gaan doen? Hoe is je studiekeuze tot stand gekomen als je dan ouder werd? Als je achttien was, oh, 17, 18. Hoe is mijn studiekeuze tot stand gekomen? Ik, uh, ik keek... Ik zat op het college in Mol. En er is niks mis mee. Het was een, was een jongensschool. En, en alleen jongens. Het laatste jaar dat ik er was, waren er twee meisjes, Garmen, die daar... Uh, hm. Rondliepen. En, uh, maar voor de rest was dat een, een, een jonge school en een typisch uh, college, het Sint-Jan Bergmans college. En ik deed eerst wetenschappen, maar daar was ik niet zo heel erg straf in, in die fysica en chemie. Dus dat werd dan moderne talen. En dan, uh, dan komt het moment dat je, dat je moet kiezen. Op je 18 jaar, mijn oudste zoon is 18, die heeft uh, recent moeten kiezen wat, wat hij. Ging doen, dus ik kon mij heel erg goed verplaatsen toen hij zei: Papa, ik weet gewoon totaal niet wat ik moet gaan doen. Um, en au fond wil ik misschien zelfs niet studeren, maar ik weet dat als je uit de manieren komt dat dat uh, de weg was. Um, dat was bij mij eigenlijk net zo. Um, dus hoe kwam mijn keuze tot stand? Het was in de periode dat noemde toen de graduate dat noemt nu de, de bachelor, alles drie jaar werd. En ik heb dan gekeken waar is er geen fysica en chemie, waar is er geen wiskunde? En bestaat er nog een richting die twee jaar is? Kwestie van motivatie kon dat tellen, hmm. en dat werd dan uh, toegepaste communicatie um, in, uh, in Antwerpen. Zo is die tot stand gekomen. En dan wel op kot gegaan, direct, niet moeten pendelen. Tussen ja, dat wou ik wel. Ja. Um, maar met het verhaal dat ik net verteld heb, denk ik dat dat logisch is. Um, ja. Ik, ik, had niet iets dat, ik had niet het gevoel dat ik moest gebonden blijven aan mijn hechte community en gemeenschap waar ik in zat. Ja. Hoewel ik een heel warm nest had bij me thuis, bij mijn ouders, daar liep ik niet van weg. Had ik toch het gevoel, something new. Ja, maar de, de mogelijkheid was er wel om, op, uh, om, om Balen te verlaten en op kot te gaan in Antwerpen? Ja, gelukkig wel. Dus dat, uh, dat is nooit een issue geweest en dat kon. En dan, uh, dan hebben we een kot gezocht. Mijn ouders hebben daar flink mee geholpen. En ja, dat, dat was meteen oké okay voor mij. Hoe oud werd je toen Adam Curry uh, in, u, in uw leven kwam? <laughs> uh, jonger. jonger uh, ik, ik wou op mijn 18 jaar eigenlijk alleen maar plaatjes draaien. En uh, na, na, na die periode waar ik net over verteld had, uh, die pittige periode tussen ja, 12 en 15. Ik kan er niet exact mijn vinger op leggen of dat nu 15, 14,5 of 15,5 rond die periode in ieder geval. Um, toen, toen luisterde ik naar Radio Veronica. Um, ja, dat, was, ja, dat, dat was in de tijd, ik, ik ben 48, uh, ik ben van 1971, ik moet er dat even bij zeggen. Want dat was in de tijd dat in België de vrije radio's hoogtij uh, vierden. En er was de BRT, net Studio Brussel was gestart, Paul van de Wijngaard. En, uh, en, en ik was in en al muziek eigenlijk heel mijn leven. Ik speelde geen instrument, maar, maar ik luisterde heel veel naar alle soorten muziek. En muziek was voor mij een, een, een rechtstreekse poort naar, uh, naar mijn diepe verhaal en naar emoties. En. En ik luisterde ook naar de gekte van Radio Veronica. En twee stemmen vielen mij op. Uh, twee mensen eigenlijk. En dat was Jeroen van Inkel, uh, de zotte Jeroen van Inkel en, en Adam Curry. En, en die, hadden, ja, die hadden een muziekprogramma op vrijdagavond en ook uh, later in de ochtend. En als ik naar school vertrok, ook, uh, ook al voor mijn 16 jaar, uh, dan. Het eerste wat ik deed bij het ontbijt was de radio op Radio Veronica zetten. En vandaag zou je, zeggen, zou je denken, dat klinkt een beetje als MM, als zal ik dan maar zeggen. Een mm. beetje zot, een beetje hevig, een uh, 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 beetje Peter van der Vijre, opgefukte snelheid. Maar nog gekker vond ik, nog rebelser, nog uit de band springender. Vandaag is dat normaal, maar we kwamen van de BRT. Uh, in België bestond dat niet en I loved it. Um, Adam Curry en Jeroen van Ninkel hadden, die die hadden een radio-show. Nu, vandaag heb jij een show. Vroeger had je een programma. Hmm. Maar ze hadden een show. En op vrijdagavond zetten zij het weekend in. En ik was van. En om um, 8 uur s avonds, om je een idee te geven, ze hadden een drumtoestel staan. En dan was dat en dan kloppen als een zot en roepen. Ja, het weekend is begonnen. Vandaag denk je aan MM. Aan maar het was ja. eigenlijk nog zotter en nog rebelser, Want Radio Veronica kwam van de Piraterij en zond nog niet zo lang geleden daarvoor uit op de Noordzee. Ja, hoe ontving je dat programma? Uh, toen kon dat al gewoon via FM. Okay. Uh, dus uh, die periode van de Noordzee, die heb ik net niet meer uh, meegemaakt. Dus zij waren legaal in de in de ether mm. en 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 dat was één van de programma's. Ik Zwaar, zij zenden uit vanuit de Noordzee omdat er een legaal vacuüm was of zo. Ja, ja, om zij, uit te zenden. Plot. Ja, zo zijn ze begonnen. Ja. Ja. Eerst Zwaar. denk ik Radio Caroline. Uh, dat was de dat was de start en later uh, zijn ze dan Radio Veronica geworden. Mm. En dan de, de de Jeroen van inkel was wat ouder, maar Adam Curry was jong. Ik dacht, ja, die is maar een jaar of twee ouder dan mij. En hmm. dat was dan wel zo, denk ik. Moet zoiets zijn. Een jaar of drie, vier misschien. En ja, dat was mijn held. Ik, ik kwam uit een duistere, donkere periode en ik, ik voelde mij wel Adam Curry. Alles in mij was Adam Curry, maar dat zag je niet. En op 16 was ik klaar om uh, dat misschien te laten zien. En dan dacht ik, ik neem contact met. Uh, ik ga de wereld veroveren en ik begin in Balen. Hmm. Bij Studio Balen. En dat was, uh, dat was de radio. En uh, daar ben ik begonnen. Als, uh, als radio DJ. Oh, met het idee om de, de Adam Curry van Balen ja. te spelen? Nee, nee niet te spelen. Ik was de Adam te Curry. Zijn. Ik was Adam Curry. Hè. Hmm. Ik, ik, ik speelde niet Adam Curry. Ik, ik was Adam Curry. Ik, ik, ik zat in een, oh. een studio. Uh, oh, oh, een kleine met eierdozen uh, uh, voor het geluid. Uh, het was iets professioneel, maar niet veel meer dan dat. En, en voor mij stond een mengpaneel. Hè, well, uh, en, en op zo'n mengpaneel stond een schuif. En als ik die openzette, dan had ik in de beslotenheid van een radiostudio de stem naar de wereld. Mm. Het was wel naar palat, tien luisteraars en drie koeien, maar dat voelde. Here I am. En uh, en Adam Curry was mijn voorbeeld. En het kon niet zot genoeg zijn, want om hem te evenaren, moest je toch al, uh, moest je toch al gek hmm. doen. Wat maakte hem zo goed? Oh, ik, ik denk toen, ja, weet je. Hij, het was een tijd lang voor hij naar MTV ging. En. en ik, ik, ik had een goede stem. Hij, hij, hij kon technisch waarschijnlijk de dingen doen, maar dat interesseerde me niet. Ik, ik, ik hoorde een persoonlijkheid. Ik, ik hoorde iemand die vrij was. Door de radio heen, van waar zij uitzonden, tot in mijn jeugdkamer in Balenhult, deelgemeente van Balen, kant kleiner, spatte de vrijheid uit de boksen. Dat, dat was fenomenaal. Dat, je kon doen wat je wou. Je kon drummen, je kon roepen, je kon de meest absurde, gekke jingles maken, mm. muziek onderbreken, terugstarten. Het leek alsof ze deden waar ze zin in hadden. Mm. Die autonomie over hun eigen werk of dat. Die, dat... Dit is wie wij zijn, dit is hoe wij het zien, en dit is hoe wij het zullen maken. Ja, ja dat, dat was heel aantrekkelijk voor, voor, voor een, een 14-, 15-, 16-jarige Raf. Um, dat sprak dat deel in mij aan die dat ook wou. Hm. En. en dat had ook iets anders kunnen zijn, maar omdat muziek ook iets was dat mij heel erg triggerde, was het niet zo, ja, was het niet zo zot om gewoon de verantwoordelijke te bellen die verantwoordelijk was voor de stemmen uh, te ronselen. Je moest een stemtest doen. En ik weet nog dat ik, dat ik de man bel en, en ik weet nog dat hij opnam. Hè, dat was een tijd dat er. Dat er dat je zo'n nummer moest opzoeken in een, in een dikke, gouden of witte gids. En, en ten eerste duurde het, denk ik, de moed die ik moet gehad hebben. Uh, op, op mijn 16 jaar... Want eerst krijg ik drie keer zijn vrouw aan de lijn. Um, dus ik bel dan drie, vier keer terug. En ik weet nog dat die man tegen mij zei... Hoe oud zij jij, mannetje? En ik zei zo, 16. Euh, Ah, wel, dan belgen nog maar eens terug, zei, mm. En uh, dat heb ik dan gedaan, Daags. terug Teruggebeld. <laughs> en ik denk dat ik hem een keer of acht gebeld heb. Uh, dat moet zo gespreid zijn over een week of drie. Totdat hij zei, het is goed, jong. Het is goed. Komt jij maar een programma opnemen. Mm. Komt maar een test doen. Wacht, en waar was dat In Balen. Hè. Dat, was aan de, dat was aan de studio. Studio Balen. Ja. Het ja, ja. is goed, zei hij. En dan... Uh, heb ik dat gedaan en, en uh, ja, dan, dan was dat blijkbaar goed genoeg. Uh, dat, dat leek evident, dan dacht tuurlijk Tuurlijk, is dat goed genoeg? Het zal wel mm. zijn. Mm. Uh, niks in mij had getwijfeld dat ik dacht mm. dat dat niet goed genoeg zou zijn. Dan dat zouden ze toch wel echt niet goed begrepen hebben. Mm. Uh, maar om mij toch enigszins af te remmen denk ik, hebben ze mij het programma gegeven op zaterdagochtend om 8 uur. En ik dacht ik, ja, jongen was 16, met zijn fiets moet plaatjes gaan selecteren in de kamer naast de Je moet dus singles en en jingles en uit de platenbakken gaan halen. Er was geen computer die het klinkt nu wel heel erg oud, maar dat was geen computer die de inventaris had van welke nummers. Ja, we spreek van de jaren 85, 86, 87. Ja, iets later wel. Hè. Ik ben, ja, voilà. Inderdaad, 76 ja. heb ja, je hebt gelijk. Ja, inderdaad. God, yes. Het is echt lang geleden. En um, ja, je moet dan ook een stukje toch wat vroeger zijn wat platen te kiezen en zo. Dus. Maar ik stond daar, zaterdagochtend, om kwart na zeven, in de platenbakken. En dat heb ik denk ik een, een half jaar gedaan en dat moet dan zijn meegevallen en dan hebben ze mij een programma gegeven uh, op een iets uh, beter uur. Um, maar goed, kijk, allemaal heel klein, heel amateuristisch, maar voor mij, de jonge 16 jaar hieraf, um, was dat mijn leven. In de maak. Hm. Heb je Adam ooit ontmoet? Nee, dat niet. Um, ik, had, ik had ook zo niet het idee van ik moet die uh, gaan, gaan opzoeken. Het is pas eigenlijk vele jaren later wel dat, um, dat... Ja, toen werkte ik ook al wel. En ja, ik ben, een, ik, ik ben zeker het spoor bijster geraakt toen ik zelf studeerde en minder met vrije radio bezig was. Uh, en zeker, ik heb nog wel zijn, zijn vertrek meegemaakt um, op tv. Waar hij naar MTV uh, ging in Amerika. En ik heb dan even zo gekeken naar MTV. Maar dat was, dat was te geknutseld. Dat was te effen. Dat was te af. Dat was te glad. dat was, uh, Adam Curry was weg. Hmm. Voor mij. Voor, u, ja. voor mij was hij weg. Um, en. Vele jaren later, toen, toen heb ik zijn podcast ontdekt. Um, niet die gekke podcast die hij nu maakt uh, over politiek en, en dergelijke. Hij heeft een tijdje ook... Uh, hij, was, hij noemt zichzelf ook de podcastfather. Um, die, ja, de, de, het is de eerste die vermeld is door Steve Jobs bij de launch van een toestel als een podcastmaker. En ja, hij maakte eigenlijk een radioshow waar hij later is mee moeten stoppen, omdat hij geen rechten had en niet betaalde voor de muziek die hij speelde. Maar dan ben ik hem echt weer gaan opzoeken, echt vele jaren later. Vraag me niet naar de tijd, maar dat moet. Goh. Nu 48, ik weet het niet. Ik moet vooraan in de 30 geweest zijn. Dus dit, dit, dit moet dik 15 jaar of langer geleden zijn. De lancering van we... podcast was 2004, ja, als krijg. ik het goed heb. Ja, ah, voilà, dan ben ik er niet zo. Ja, voilà, het is nog langer geleden. Dus het kan goed zijn. En, en, en dan heb ik een hele poos geluisterd um, naar wat hij maakte. En dat vond, vond ik fantastisch. Het was niet ver te zoeken wat ik daar fantastisch vond. Hè? Daar deed hij weer helemaal zijn ding. Um, in zijn eigen woning draaide hij plaatjes en presenteerde hij een muziekprogramma. En zei hij en deed hij wat hij wou. Dat heb ik echt zeker 1, twee jaar lang gevolgd. In een tijd dat er geen podcasts waren. Hè. Dat noemde trouwens toen, denk ik, niet podcast. Hmm. Um, whatever. En um, toen heb ik contact met hem gezocht. Ehm. Um, Puur vanuit een soort van nostalgie, denk ik. Um, of toch, ja, ja, misschien toen wel nostalgie. Hoewel ik niet echt een nostalgicus ben, maar, maar dat stukje, dat stukje, dat ben ik toen, ja, dan ben ik daar toen echt weer contact mee gaan maken. En dan ben ik gaan opzoeken en foto's en hoe was dat weer 10 of 15, 20 jaar geleden. En, en dan heb ik hem gewoon ja, gemaild, eigenlijk. Uh, Vanuit een impulsieve bui om te zeggen dat ik het cool vond wat hij aan het maken was. Omdat hij, hij belde ook mensen op. Het, het, was, ja, het, het was het begin van iedereen is benaderbaar. Hmm. Het was het begin van ik ben hier. Ik ben misschien een ster in Amerika. Maar ik praat tegen u zoals wij nu tegen de luisteraar praten. En hé, hey, als je mij moet vinden. Je hebt Twitter, je hebt Facebook. Dat bestond toen niet. Maar hij had wel zoiets van ik ben hier Talk to me. Mm -hmm. En ik dacht, ja, doen. En zo hebben wij wat, uh, wat gemaild. Ja, en ik sta graag wat langer bij hem stil. Hij was dus ook uh, pas bij Joe Rogan uh, om, om zijn verhaal te doen, omdat hij zo fundamenteel. Wat grappig is dat wij vandaag een, een, een podcast opnemen. En dat zo, zowel uw persoonlijk verhaal met hem, maar ook hij, uh, binnen, hij is voor mij ook een interessant persoon om te, beter te leren kennen of om zijn werk mm. mij bekend te maken met zijn werk. Uh, omdat hij zo'n rol speelt binnen het medium of de technologie waarbinnen ik vandaag doe wat ik doe, uh, stond ik daar ook graag even bij stil. Ja, absoluut. Hij uh, is een heel uitgesproken figuur. Ik heb ook ik al heb wat gelezen over hem en ook zijn politieke kleuren en... en zijn derde huwelijk. De, ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Dat derde huwelijk, dat is natuurlijk een fantastische... Is Patricia Pijs een derde? Nee. Ik ken de naam. Nee, maakt niet uit. Maar op een gegeven moment heeft hij live, om maar u een idee te geven, live een knieval gedaan voor een Nederlandse zangeres die 20 jaar ouder was. Sla me dood, kan 30 of 25 zijn. Ze Vloeken in de kerk voor de fans die nu denken: nee, het was 18. Mm. Uh, in ieder geval, hij was. Ik weet het niet, jong. Mm. Hij was 20, 21. Zoiets. En daar komt een zangeres van 40 zingen met een nummer en hij vraagt haar ten huwelijk en het doet een knieval live on television. Nu denk je: ja, yeah, right, dat is allemaal geschript. Wel, er was een zeker meer rebels kantje aan radio en tv vroeger dan, mm. dan het nu was. Um, het was natuurlijk een beetje voor te lachen. Zoveel jaar later trouwden hij met haar. Hmm. Dus. Uh... En ook, je uh, spreekt van een tijd voor uh, reality TV, voor al dat soort dingen. Zeker. Hè? Ja. Want vandaag zeggen we al: was zo slot om, om live op televisie iemand een huwelijk te vragen, maar we spreken echt van ja. jaren en jaren geleden. Ja, en. En, en hij was een, een jonge snaak en zijn om dat niet ernstig in, maar blijkbaar moet hij daar een crush op gehad hebben die ook hmm. niet is overgegaan. Dus dit is, dit is redelijk unscripted allemaal. Bijna vandaag niet meer te geloven dat dat bestaat, omdat alles vandaag is dichtgetimmerd. Ja, ruim, ruimte voor impulsiviteit moest ja. ik aan denken. Zodat impulsen, het is misschien wel over nagedacht, maar nooit echt vastgetimmerd. Een, ja. een zekere gekte. Een zekere gekte, een zekere. Ja, een zekere vorm van vrijheid. Um, die straalde hij, hij wel uit. En ja, goed, ik, ik, ik heb hem daarna wel opgezocht, geresearched, gewoon uit pure nieuwsgierigheid. Uit pure nieuwsgierigheid. Hoe is zijn leven gegaan? Waar is hij mee bezig geweest? Dus we kunnen alleen een, een show vullen daar rond. En het is echt wel een heel uitgesproken figuur. En, en ik verheerlijk hem helemaal niet. En. en de tijd dat ik echt fan van hem was, ligt al heel lang achter mij, omdat ik niks meer heb dat dat kan voeden. En ik heb zo eigenlijk niks met helden. Maar op dat moment was hij een anker, hmm. een houvast, een soort van baken, een, een, een lichtpunt waar ik naartoe hou van het kan, het bestaat. Dus ja, toch een voorbeeld, denk ik toen, voor de hele jongeren af. Hmm. Ik had, maar ik had met mijn vorige gast ook over, het ging even over radio, omdat hij ook voor de radio heeft gewerkt, of uh, daar vandaag uh, bij, in het verlengde daarvan werkt, maar het ging over persoonlijkheid, en, en dan de kans om u, dat je naar een programma keek of luisterde, um, voor, voor de mensen, voor de, de makers, waar dat vandaag veel meer uh, eenheidshoorst is, dus of waar je vandaag in Radio, maar ook televisie, moet je niet meer gaan voor de meest creatieve, uit het oog springende mensen. De, de mensen vandaag, de echt uit het oog springen, die zitten op YouTube of TikTok, of zijn podcast aan het maken, die zitten op andere media. en die worden misschien later binnengehaald. Maar je voelt heel goed dat dat, dat verschoven is. En, en, maar het is nog steeds die zoektocht naar naar uh, ja, personaliteit, iemand daar is voor staat, iemand dat zegt zo zie ik de wereld en zo maak ik er, als ik een radioprogramma maak, dan maak ik het zo en ik ga drummen en ik ga dit en ik ga dat. Het doet me nu denken komen aan een paar dingen. Um, en jouw, jouw podcast en jou, jouw pad, dat heb ik exact altijd voor die reden gevolgd, omdat, omdat daar persoonlijkheid achter. Schuil gaat die je wil laten zien. En dat doet mij denken aan de, de, de tv-programma's die ik volgde toen ik zo oud was, was een praatprogramma van Yonier. Mensen van mijn leeftijd die gaan zeggen, God, de grote Ivanier, ik denk dat de man nog leeft. Sonja Barend. Dat waren lange gesprekken. Zeer lange gesprekken. Op, lange als ook meerdere uren. Op tv? Nee, zo lang nee, ook weer niet. Het was maar, meer maar, raar, zeggen, televisie. Ja, ja, het was tv. Hm. Dus. dus maar, maar een, waar tijd en ruimte werd genomen om in gesprek te gaan. Niet alleen dat, zeker in Sonja Barend, je voelde haar persoonlijkheid. Hmm. Um, en nu moet ik denken aan iets wat ik nu wat minder volg, maar bij de start heb ik hem fel gevolgd. Er is dus een Amerikaan die noemt Tom Bilieu. Moet je zeker eens opzoeken. En Tom Bilieu um, was een man die zijn geld heeft verdiend. Um, een man met een troubled youth, dus um, gekwetst in zijn jeugd, niet toevallig dat ik bij hem ooit ben uitgekomen, uh, wegens te dik, um, krijgt dan ergens de kans om met zijn neef of familielid in een zaak te stappen voor het maken van een soort van snack: um, fitness snack, uh, een snelle, gezonde hap voor energie. Dat bedrijf wordt zeer groot. is bij een van de snel startste, startende Amerikaanse bedrijven. gaat naar de miljoenen. De man in kwestie, Tom, heeft in zijn jeugd en terwijl hij in het bedrijf werkt, altijd blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling, over charisma lezen, over personal development. Om aan zichzelf te werken, om zichzelf beter te leren kennen. Ook een spoor waar, waar ik zelf de laatste jaren heel fel op zit. En zeg dan op een gegeven moment, ik heb wat geld, ik heb wat geleerd, ik ga een tv-studio bouwen in mijn bedrijf. Ik ga mensen interviewen, lange gesprekken doen. Ik doe wat ik wil. Het is mijn studio. Het is mijn geld. Ik nodig uit wie ik wil. En ik vond dat fantastisch. Hij is nog altijd bezig, trouwens. Um, en hij heeft een kleuren, heeft een mening. Hoe hij eruit ziet, wat hij vertelt. Um, ja. Heeft een persoonlijkheid. Hij is geen journalist. Hij ziet iemand omdat hij zegt: Ik heb je boek gelezen, het interesseert mij. En zegt daar eventueel ook zijn gedachten over. En gaat ernstig in gesprek. Uh, dat haalt heel veel views in Amerika. Uh, ik spreek over vijf jaar geleden. Is daar zo passioneel mee bezig. Is ondertussen hij had zichzelf ook getransformeerd. Ziet er uh, fitnessboy uit, uh, slank, uh, maar was ook uh, mede zaakvoerder van een heel groot bedrijf en zegt: Weet je wat, ik verkoop mijn aandelen. Ik wil alleen dit doen. Ik maak een mediabedrijf, maar alleen gestoeld op dit principe. En ik weet niet goed waar en hoe ik mijn geld mee daarmee ga verdienen. Dan jou denken. Niet alles was strategie en plan, maar wel met een ongelofelijke, ook wel American way of drive. Van uh, building community. En de rest volgt dan wel. En hij is nog bezig. Ik kijk steeds minder. Um, is nu ook dagelijks. En, en doet via Twitter. En, en doet aan community building. Al die dingen die, die, die ik denk dat hij echt doet vanuit passie. Maar die mij minder interesseren. Ik was gewoon gevallen voor het pure stukje goud in het, mm. in het gesprek. Um, maar, maar de, de, de nieuwe. Ivonieus en Sonja Barends, um, die zijn er. Um, moet niet verder kijken dan, dan deze tafel. Hè? Dat is wat jij, denk ik, aan het doen bent. Uh, dat is wat een tombélieu doet. En, en dat vind ik boeiend, ja. Iets, iets een, een, een compliment, en een, zo ben ik dan ook naar mijn eigen kijkgedrag en luistergedrag gaan kijken, vond ik ook heel leuk. Was iemand die ook, uh, een 50- of 60 Het zei. Die zei tegen mij letterlijk: Van je, hebt, uh, je staat er waarschijnlijk niet bij stil hoe waardevol het is om als ouder persoon de vragen van een 18, 28-jarige te horen. Nog los van wat, er, wat de antwoorden zijn van de inhoud. En toen ben ik daar zelf over beginnen nadenken. Wanneer ik bijvoorbeeld naar iemand luister die een stukje ouder is, of meer levenservaring of andere levenservaring. Het gaat nog niet zozeer, maar dat is opnieuw die persoonlijkheid. Over wat dat die zeggen of wat de antwoorden zijn. Maar gewoon, die stellen vragen of zijn met dingen of over onderwerpen bezig. Dat ik denk: wauw, oh, daar had ik nog nooit over nagedacht. En zeker in de. Ik had over laatst iemand die bijvoorbeeld uh, gezinsleden, broers, zussen, kinderen heeft moeten begraven. Dat is een levensfase waar ik niet in zit of nog niet in zit. Of, allez, we zien wel. Maar dan hoort je, dan, dan zit je daarmee, dan luistert je eraan en dan denk je echt van: Wow, oh, daar. daar ja, dat dat voelt zeer intens, zeer persoonlijk, maar je voelt weer... Uh, ik weet niet, zo zijn, er, zo zijn er aspecten van iets wat gemaakt, maakt, waarin je daar je stempel doorduwt. Wat met een podcast per definitie is dus ook, met, maar ook de vlogs van vandaag en dat was het allemaal. En dat, vind ik, dat, dat mis ik wel als ik naar televisie kijk. Het enige programma waar ik denk ik echt nog volg, is de afspraak op vrijdag. Omdat ik vind Ivan De Vader een zeer aangenaam uh, politiek journalist. Je niet op de podcast komen. <laughs> Begrijp ik. Maar ik vind hem, daar heb ik, er zijn nog een aantal mensen waar, waarbij ik uh, de persoonlijkheid voel en de rest is, 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 is jammer, maar ik, ik zie hem niet. Ja, het is, um, er is ook een, een, een rechtstreekse link met wat ik, wat ik doe vandaag. De, 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 de baseline is een. Het onderschrift, de tweede titel van, van het boek, het derde boek, Raak, noemt de kracht van je persoonlijke verhaal. Um, dat is niet toevallig. Alles wat ik net verteld heb, vanuit. Er is, maar, er is maar één persoon die mijn verhaal kan vertellen vanuit de authenticiteit. En dat ben ik. Er is maar één persoon die, die jouw verhaal kan, kan vertellen. De, de bedrijfsleiders, de, de ondernemers, iedereen die vandaag iets in de wereld wil zetten, cre creatieve professionals, yoga teachers. Yoga teachers maar er is maar één persoon die het verhaal kan brengen met alles erop en eraan. Mm. Het gaat niet alleen ben ik de beste geskilde yoga-leraar, It's the whole package. Mensen volgen mensen als bedrijfsleiders. Geen functietitels, mm -hmm. geen skills. Mensen worden energetisch aangetrokken, niet alleen door een skill of door een kennis van hij of zij weet het en kan het, maar door een energie, door, door, door alles. De metafoor. Of het label dat ik daarop zet, is verhaal. Um, de kracht van je persoonlijk verhaal. Dat is natuurlijk niet een anekdote. Een anekdote is een voorbeeld van hoe jij je verhaal mm -hmm. in de wereld zet. Maar wie je bent, het verhaal dat je aan het schrijven bent, dat, dat kan jij alleen als je de moed hebt om. Je eigen kleur, je eigen stempel, je eigen authenticiteit, je eigen pijn mee te brengen. Ook als je yoga geeft. Niet om het een ander aan te doen, maar om het deel te kunnen uitmaken van wie je bent. Dan volgen mensen jou. Dan is het, dan is het echt. En, en, en dat is wat mij eigenlijk ja warm maakt om om mensen te kunnen begeleiden om naar om een eigen stem te vinden. Om een om een om een eigen verhaal, een eigen authenticiteit te kunnen omarmen, om van daaruit dat tot leven te kunnen brengen om weer anderen te inspireren. Mensen volgen authentieke mensen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Is dat. Dus je bent gaan studeren. Ik probeer even de tijdlijn te schetsen van hoe, ge, daar, hoe, ja, daar ben je, hoe je daar hoe in gerold bent, ja. of hoe je daartoe gekomen bent. Want, want ook we stonden daar net, of ik was bewust uh, wat langer over Adam Curry bezig en uh, de programma's omdat uh, ja, de manier waarop, niet, niet enkel jij, ik bedoel in het algemeen, de manier waarop je iemand beschrijft is. Uh, uh, toont je wat je zelf, wie jezelf zelf zijt of wat je zelf belangrijk vindt? Dat is zo. Ja, zeker. Ik zei over, over laatst: vroeg iemand aan mij, kwam iemand tegen. Een gemeenschappelijke vriend vroeg: Wat vind je van die persoon? Ik zei, Door mij die vraag te stellen, gaat jij meer over mij leren. Want je gaat leren wat ik in die persoon heb gezien. En, en daarom laat ik ook graag heel, heel graag mensen vertellen over wie inspireert u of hè, naar wie keek mm -hmm. je op. Want dan voelt je heel duidelijk, was de lens of was in de, met welke twee ogen heeft die persoon naar die andere gekeken en ge vertelt veel over jezelf. Dit uh, moet ook nog aan iets denken, het verschil tussen een biografie en een autobiografie, als je dat zei je verhaal schrijven, dat is ook uh, formidabel. Een autobiografie zijn de kleine pijnlijke, de kleine details, de zeer belangrijke details. Biografieën zijn vaak de, een, een, een aanheenrijgen van hoogtepunten. Maar de autobiografieën zijn net periodes tussen de hoogtepunten. Min of, ik ga er iets te kort door de bocht, maar dat is waarom ik in mijn boekenkast speciale ruimte heb voor autobiografieën, omdat um, je daar voelt van: uh, hoe dicht komt hij bij de waarheid, of bij zijn of haar waarheid? Ziet hij het gelijk die het ziet en niet? Zegt hij het zoals hij het denkt dat hij moet zeggen, of conformeert hij? Maar nee, zegt hij zoals hij of zij het exact ziet, voelde. Zo was dat voor mij. En misschien was dat niet objectief. Misschien was dat wel objectief, maar zo voelde het. En daar sta ik voor. En daar trek ik mijn lijn. Ja, we ja. zitten vandaag. Terwijl je dat vertelt, moet ik denken aan, aan, aan het omgekeerde. Wat je vaak in de wereld ziet, is een constructie. Is, is net het, het gepolijste. Is, is net dat. Wat je graag wil zien. De, de, de pijnpunten. De, 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 de kleine puntjes misschien. De. de maar niet het afgewerkte, gepolijste hmm. verhaal. Dat, dat, zo is een leven niet. Um, zo is een business niet. Zo, zo staat en valt een, een bedrijf niet. En een bedrijf is een som van de mensen die er zijn. Dus ik wil de whole story. Hmm. Um, en dus, dat is wat mij interesseert. De, en dan kom ik terug op uw verhaal. Dat is een zeer mooie... Nassim Taleb is een van mijn favoriete schrijvers. Ik heb hier zijn boekje staan met aforisme. En hij maakt daar de zeer correcte observatie, vind ik. Dus, uh, het is uh, opmerkelijk hoe, hoeveel grof geld er betaald wordt voor eerste versies van een boek, van een tekening. Versus een. een als je vandaag een herprint koopt van. Uh, het, maakt niet uit, het maakt niet uit welk boek, een bekend boek van de laatste eeuw of zo. Uh, een paperback van 10 euro kunt je kopen. Maar echt het origineel manuscript, de eerste uitgaven, de eerste 500 boeken. Daar worden 10.000, honderden 100 duizenden euro's voor betaald. En dat gaat net om die. Die, die kern van, je ziet daar een, een ja, dat, dat rauwe nog niet aan gepolijst. De schoonheid in, uh, ja, in die eerste versie, in dat zoeken, in dat, in dat iets willen communiceren. En het is net niet gepolijst door drie editors, en door de, maar echt zo die kern, dat, dat rauwe kantje, vind ik, hij uh, beschrijft het veel mooier in een van die aforismen. maar dan denk je daarover na. En dat is zo, de, 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 de schets die je hangt, die jij mooi vindt. Als ik daar nu over nadenk, ja, dat is iemand die nog vrij vrij van geest is, die schetst, die maakt iets. Hallo Neel, als je luistert. Die maakt iets, die schetst iets. Het kan goed zijn dat hij twintig jaar lang dit doet en volledig conformeert naar een idee dat, uh, dat zij, ik zeg net dat, dat eens is, maar naar een idee wat zij denkt dat kunst is, terwijl als iemand jong is, een dit op, of een dit voorbeeld. Ja, maak iets. En ja, het is ja niet... ik denk dat. dat... Toch exact is, ik zocht daar straks de woorden van waarom vind ik die schets zo mooi? En ik, en ik denk dat, dat het woord voor mij nu is met dit gesprek te voeren: vrijheid. Um, het is bizar om daarnaar te kijken en te denken: wat heeft dit nu met vrijheid te maken? Maar mm. vrij zijn, onbevangen vrijheid, er, er zit een soort van puurheid op op die schets. En het zijn die dingen ja, die ik aan. Vindt. En ik, ik, ik besef ook, en ik ben er zelf deel van, dat we allemaal ook mee moeten doen in een stuk constructie. Maar is het kind van uw tijd. Het is, het je kunt dat niet ja, spreken? Dus ik besef ook wel dat ondernemers, leidinggevende, creatieve professionals, mensen die hun verhalen in de wereld willen zetten, dat je. Ja. Het is belangrijk om bewust te zijn van de verschillende lagen van een verhaal. Je hebt een eerste lijnsverhaal, maar achter elke eerste verhaal zit een tweede verhaal. En achter het tweede verhaal zit een derde verhaal. En achter het derde verhaal zit een vierde verhaal. En ik ben helemaal oké okay om mijn stuk kwetsbare jeugd te vertellen. Maar dat is omdat ik er oké okay mee ben. Omdat daar Geen lijden meer op zit van het moment dat ik jou of mijn publiek ga gebruiken als therapeut, omdat ik het nog niet verwerkt heb, dan zitten we niet op kwetsbaarheid. Dan zitten we op iets heel gevaarlijks. Mm. Um, kwetsbaarheid is vanuit een kracht een kwetsbaar verhaal vertellen. Um, en ik denk dat dat mensen die die willen komen met de authenticiteit en de puurheid en de kleine, dit dit dit. Details van het verhaal. zich wel moeten bewust zijn. van, van wat dat kan teweegbrengen. Hmm. Dus je hebt een zekere vorm van maturiteit, ervaring. inzicht, zelfbewustzijn nodig. om te kunnen werken. zeker in het naar buiten brengen. van al die lagen van je verhaal. Um, uh, dat is wel belangrijk. En niet als. stel je voor dat ik als jonge gast. Op mijn twintig jaar is even de diepte van heel mijn psychologische reflecties en mijn innerlijke wereld naar buiten had gegooid, en dan te zeggen, en dit is de reden dat je mij moet aannemen als radio-dj. Zie je van hier, dat zou dat, dat niet goed gekomen. Het doet mij aan iets denken wat ik nog nooit op de podcast zo heb gezegd, maar ik vind, en dan kom ik terug op uw verhaal, maar ik vind het wel passend. Er wordt mij uh, uh, hoe langer, hoe meer gevraagd, van, uh, of, of mensen die dat fijntjes opmerken, van... Uh, ja, je gaat wel met mensen in gesprek, urenlang, maar wanneer vertelt je eens dus uw verhaal. En er zijn, um, dat wordt me echt hoe, hoe langer, hoe vaker gevraagd, ook bijvoorbeeld gisteren als ik op die avond was voor, voor een jury, alleen voor, voor, nee, voor een traject, sprak ik ook met verschillende mensen en hadden we bij iedereen een kwartier. En er zeiden er ook drie of, binnen, of, of allemaal, van het is jammer dat we maar een kwartier hebben. Er zit veel meer achter. Ik zou twee, drie uren met u willen praten. Maar deels van de reden waarom ik dat niet doe of nog niet doe is omdat er in mijn eigen verhaal wat ik vertel aan de hand van de vragen die ik stel, het werk dat ik doe, de richting die ik kies, zit ook heel veel verdriet bij een achtergrond. Dingen die niet verwerkt zijn, waarvan ik heel goed voel dat dat niet verwerkt is. En ik, ik heb het gevoel dat als ik mijn verhaal vertel, dan wil ik zeggen, ja, zet u maar eens een uur of vier, vijf neer. Dan kan ik het. Deel, aye, ah ja, Want een van die mannen zei: hij zegt, eigenlijk ah, je doet opnames van twee uur, ik zou eens twee uur met u willen babbelen. Ik zeg: twee uur. Dan zitten we misschien in een, een derde, een vierde, een vijfde. Ik zeg, eh. Maar ik, dus, dus wat je zegt, is, is, wat je wat jij expliciet zegt, bevestigt, mijn, bevestigt wat het vermoeden dat ik had. Want als je daar niet volledig klaar voor bent, als dat niet vanuit kracht is, dan, dan is dat, kan dat zeer gevaarlijk zijn: zeer glad ijs of zeer dun ijs. Van, Wacht, wacht daarmee. Of, of, of zorg dat je dat eerst zelf een plaats hebt gegeven. Dat als je het vertelt, het vanuit sterkte is. En niet vanuit verdriet of troefte of, of, of. Ik denk ja. dat dat voor mij een van de misvattingen uh, is over kwetsbaarheid. En, en als ik, ik. Ik zat nog. Wat, uh, wat dag zijn we vandaag? Uh, dinsdag. Dinsdag. Dus zaterdag. Voilà. Kijk, zaterdag. Is vreemd, maar zaterdag was er een groep van vier uh, ondernemers bij, bij me thuis. Het is dus de eerste keer dat ik een, uh, een, een dag, een belevingsdag, een groepsdag, een klein groepje van vier bij me thuis heb, heb gedaan. Ik heb zo'n ruimte achteraan in, in de tuin, dus wel fijn afgescheiden, um, leuke plek. En ik liet een fragment zien. Dat ik recent ben tegengekomen op Facebook van die dame Siam, nee, de, die in de politiek is gegaan. Kouwakab, ja, Siam wel. Ja, Kouwakabi. exact. Van Urban Dance en nu in de politiek. Ja. En twee weken geleden, tien dagen geleden. Mijn vrouw Kobe zegt altijd: Als je getallen zegt, zij is burgerlijke van opleiding. Mm -hmm. Als je getallen zegt, zorg dan dat het juist is. Mm -hmm. Een tijdje geleden zeer recentelijk, nog niet zo lang geleden, uh, zag ik op Facebook een uh, haar video waar zij unscripted uh, de camera inkijkt en zegt: kijk, ik moet spreken. Um, ik word uitgemaakt voor hoer, voor suid, voor van uw vuile soort enzovoort. En zij praat een minuut of zes in de camera onder controle. Geëmotioneerd, maar onder controle, haar boodschap: Ik moet zwegen, ik, ik, ik moet spreken, ik kan niet langer zwijgen, um, want we zwijgen te veel. Oké, okay. ik liet dat zien aan de vier mensen, uh, vier ondernemers, drie mannen, één vrouw, om het thema kwetsbaarheid en leiderschap aan te zetten. En ik was, en de dag was, het was in de namiddag, en we hebben een hele mooie voormiddag gehad waar mensen die elkaar niet kennen voor de eerste keer samenkomen, onder mijn begeleiding heel diepgaand vertellen over wie ze zijn en waarvoor ze staan, waar ze zelf zeiden: "Wauw, hoe straf is dat dat we zo snel uh, tot dit niveau kunnen komen om over ons te praten?" Ik was dan ook uiterst verrast dat in de namiddag, toen ik dat filmpje toon, twee van die mensen zeiden: "Dat ga ik nog niet doen." Dit is nou done. Als ik, als ik dit doe, word ik afgemaakt. Als leider moet ik de leiding nemen. Kan ik niet zeggen dat ik het niet weet of mij op die manier kwetsbaar opzij. zijn. Verrast, omdat die mensen toch. Dat waren geen. Okay, dat, dat waren gewoon hele authentieke, warme, persoonlijke mensen die hun verhaal hebben verteld. Helemaal niet waarvan je zegt van het waren de klassieke top-down leaders. Dus het, het verraste mij dat dat blijkbaar het thema kwetsbaarheid bij leiderschap, dat er toch nog niet zo evident is. En, en dan zie ik ook de omgekeerde beweging. En, en dan zie ik soms mensen daar vol wel naartoe gaan. Vol geloven dat die kwetsbaarheid ook in de communicatie die zij voeren vanuit een zaak. Om zichzelf zichtbaar te maken over wie zij zijn en waarvoor zij staan, vol naar die kwetsbaarheid gaan. Dan denk je: chapeau. Wel, dan zeg ik: watch out. Hmm. Met dat stukje. Gebruik niet uw publiek om uw kwetsbaarheid te verwerken. En, en dat is voor mij het verschil. Wanneer je kunt authenticiteit en kwetsbare, authentieke verhalen delen, vanuit welke lessen heb ik eruit geleerd dan ben je best ver om dat op een heldere manier voor je neer te zetten. Wanneer je instort in een vergadering en moet je zweten en beginnen te wenen, ik, ben, ik heb niks tegen emotie, maar als dat komt vanuit help mij, ik weet het nu ook even niet, oh ga me kopen, ik kom eens hier, dan denk ik dat dat... dat, dat nog niet helemaal mm. verwerkt is en dat dat vanuit een soort van zelfbescherming iets is dat je dan beter uh, doseert of uh, nog eens bekijkt of dat wel al klaar is. Toen mij ook denken, en dan, ik, 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 kan, ik ben er al een paar minuten aan het denken, ik kan mij het boek niet herinneren, maar dat gaat over de rebelse natuur, over de natuur van rebelsheid. En die auteur maakten in het punt dat. Bijvoorbeeld een, een Picasso, dat, dat type, gewoon, gewoon creatieve mensen die op jonge leeftijd iets in de wereld zetten. Wanneer je vandaag types met jonge mensen babbelt, die zijn rebels om zich af te zetten tegen iets. En, hij, en, en die auteur maakte het punt van, een Picasso, als je naar zijn echt vroeger werk ging, die kan op zijn zestiende, zeventiende al schilderen ik naar hem. Die had de techniek, die wist wat dat die exact, hoe dat die kon schilderen. En dan rebelleert hij zijn stijl tegen wat er bestond. En creëert hij een heel nieuw genre. Maar vergis u niet, die kon, die kende technisch, die had de bagage. Dus die, zijn rebelleren was vanuit een sterkte opnieuw. Dat was niet vanuit. Ik ga rebelleren, want het, het oude systeem is niet mijn systeem, ik doe gewoon iets anders. Nee, dat was vanuit. Ik begrijp het door en door. Of ik begrijp het, ik weet wat ik kan doen. En dan ga ik mijn eigen weg uit. Gelijk Adam Curry, ik ben vrij zeker, had hij. Rond uh, door, door, door het lot. Uh, een traditionele terecht tra die had dat ook heel goed gedaan. Die had de technische kennis, de vaardigheden. En dan heeft hij gezegd, of werd hem ingegeven, dit ga ik anders doen. Maar dat was ook opnieuw vanuit sterkte, niet vanuit wanneer je gewoon rebelleert, of wanneer je een mening zelfs vormt. Een politiek standpunt, zonder de beide standpunten de, 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 de tegenpolen te kennen dan stelt dat niks voor, dan is dat gewoon een mening in een, een vacuüm. Maar is, ik heb heel veel begrip voor de mensen die zeggen, dit is de ene mening, dit is de tegenmening, ik begrijp wat hier wordt besproken en dan vorm ik een, een opinie, een, een non-conformistische opinie of een, of, of, een, of een contrarische opinie. Maar ge, als ik Peter Thiel hoor babbelen, een van de mensen waar ik heel graag naar luister, die vrij contrair, contrair is, maar die begrijpt wel de achterliggende bagage, die heeft de kennis, de bagage. En dan, dan zit je direct, die weet waar hij het over heet, En dat, dat doet mij daaraan denken... Ja, zeker. Het is, het is voor mij, als ik dat taal moet geven... Um, zou ik het kunnen benoemen met te zeggen... Je kan niet naar dat stukje van jouw verhaal of laag gaan... Als je niet zelf een heel stuk van de weg hebt afgelegd, zonder zelfbewustzijn, kan je niet naar dat stuk gaan in je communicatie. Je kan er wel naartoe gaan misschien voor jezelf, in je eigen gekwetste zelf, naar je eigen emotie, naar, naar, naar jouw gevoel. En dat perfect kunnen aanvoelen waarvan je het idee hebt van, ik weet wat het is, maar om dat dan taal te geven, omdat, om, en taal is niet alleen het woord, hè. Hmm. taal is een energie. Een verhaal deel je vanuit een, ja, als je een verhaal vertelt dat je zegt van, ik heb gisteren, en ik zat op een begrafenis, dan, dan volgt je stem, je lichaam, alles volgt de kleur van het verhaal dat je vertelt. Gisteren was ik op een feest en moet je nu eens weten. Oké, okay, dat, dat kan je niet faken. Dus van het moment dat je taal geeft aan een dieperliggend stuk, als je daar niet fundamenteel zelf contact hebt mee gemaakt, dan, dan kan je dat niet in je communicatie inzetten. Dus dat vergt best wat innerlijk werk. En. en, en ik vind het altijd prachtig dat als ik mensen op een podium zie staan over thema's die een persoonlijke raken spreken vanuit een vorm en dan kom ik weer terug tot mijn in mijn populaire woorden blijkbaar eh, vandaag in de podcast vanuit een vorm van vrijheid waar zij staan en zeggen "Here I am, I'm telling my story." Vanuit kwetsbaarheid, met moeilijkheid, met kracht, met alles wat het is. Maar vrij. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dat, 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 dan, dan kijk ik naar YouTube of waar dan ook. En hmm. dat, dat is hetzelfde dat ik Adam Curry hoog spreken op mijn 16 jaar. En dan, maar dat kan je. Zo'n mens. is dieper in zijn verhaal geweest. Moet dieper in zijn verhaal gaan. In een soort van innerlijk proces een pad lopen om dat op zo'n mooie manier te kunnen brengen. Ik, ik lees soms een boek, en, en als ik iets lees waar ik van onder de indruk ben, dan ben ik oprecht geëmotioneerd, waar ik goesting heb. Om die mens te mailen of te bellen om hem te bedanken voor zo te hebben afgezien om dat te kunnen schrijven. Mm. Oké. Okay. Zelfs dus gaat dat ook heel plezant nog worden. Mm. Oké, okay, goed. Dat, uh, ik ga eens gaan met mijn wijn drinken. Hè. Komen, mm. Kijk, ik mm. zit hier aan uh, trippen. trip. Ik ga heel vlot hè, maar Ja. Oké, okay, vraag nog eens iets. Ja, <laughs> ik zal nog eens iets vragen. <laughs> Oké. Okay. Dus, um, dus, jij studeert. Uh, uh, ik ben even aan het denken. Uh, de relevante details. Jij worstelt u door je studie. Of je gaat door je studie communicatie. Ik maak mijn studie af. Hmm. Mm -hmm. Uiteindelijk toch drie jaar, niet twee. Ja, ja, en ik studeer dan bij omdat mijn, mijn lief, nu mijn vrouw, um, een, een ernstige lange studie deed, zeer plichtsbewust. En ik dacht, ik ga toch nog niet gaan werken. Hmm. Dat zou ik in godsnaam gaan doen. Wel eens gedacht, misschien moet ik een stemtest doen bij, bij Studio Brussel. Um, maar dacht ja, daar oh, ben ik wel echt wel niet goed genoeg voor. En ik was nog heel jong. Ik was wel 20 of 21, maar ik, ik was niet heel matuur. Um, ik was er niet actief mee, mee bezig. Dus studeerde ik nog maar een beetje, um, omdat uh, dat mijn Lief ook studeerde. En dan konden we samen op kot gaan. Dus ga, ging ik naar het unief. En dan dacht ik: ja, misschien, er was toch wel een stukje in mij wakker geworden, um, iets matuurder geworden, klein beetje. En dan dacht ik: ja, psychologie. Uh, ja, psychologie. Dus zover was ik wel. Dat is, achteraf bekeken niet zo gek. Maar dan keek ik, waar heb ik de meeste vrijstellingen? Waar <laughs> moet ik het minste moeite doen ja, je eigenlijk? Je zou journalistiek ook denken. Als... Ja, journalistiek. Dus, dus journalistiek is dan communicatiewetenschappen. Ja, dus, uh, ja, ja. Uh, maar ja, de waarheid is dat ik daar de meeste vrijstellingen had. En dat leek mij het gemakkelijkste. Was wel drie jaar... Enige proef, noemde dat, uh, waar je eerste en tweede kan samen doet met heel veel vrijstellingen. Dus dat was wel een pittig jaar. Het schakeljaar. Zo schakeljaar, zo. ja. En, en dat is eigenlijk wel een pittig jaar, omdat je, omdat je alle zware vakken hebt van de eerste kan en de tweede kan. En, en zo wat de lichtere vakken, daar heb je dan vrijstelling op, maar echt de hoofdvakken niet. Uh, maar goed, ja, dan blijkt dat ik toch iets geleerd heb op die drie jaar van hoe je cursussen moet verwerken. Ik was geen student, ik zat niet heel erg gemotiveerd in de les, als ik er was. Ik ging niet zo heel erg veel. Oh, mijn zoon gaat dat niet horen, hè, dit gesprek. Ik hoop van wel. Ja, nou, nou, dat gesprek heb ik wel met hem. Dus, uh, ik zal het hem bezorgen, ja. persoonlijk. Zo open zijn wij wel. Um, er zit wel wat spanning op. N niet om het te vertellen hoor. Um, maar zo was het. Zo was het en, uh, en dat zie ik ook in hem. Dus uh, dat begrijp ik helemaal als een zelfstarter. Wat ik niet was. Ik weet niet wat ik was, maar ik was zeker op zoek. Ik draaide wat plaatjes en ik... I don't know. Maar dat was oké. Okay. Ik voelde mij goed um, en ik had iets te doen af en toe. Dus naar de les te gaan en ik doe dat dan, ja. En ik, en, en ik weet op tijd te studeren. Maar is dat niet een stukje levensvreugde of vrijheid die... Hoe langer, hoe moeilijker wordt over de jaren, over de decennia. De, de verwachting van een, een, een pad van zekerheid van studie, werk. Weet waar... je, goh. En ik zeg niet dat dat oh, Ik heb daar jaren... weinig waarheden te, 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 te brengen. Ik, ik, ik durf wel zeggen dat ik mijn tijd nodig had. Ik noem, mm -hmm. eens, um, ik noem mij een diesel. Um, want je moet eens weten hoe ambitieus ik gestart ben in mijn eerste job. Echt, hè? En, en ik, ik, ben, ik ben toen ik afgestudeerd was in communicatiewetenschappen um, ook onder impuls van de ouders. Hè, want je moet op tijd beginnen te solliciteren. Zo het klassieke pad van ja, je moet toch wel in maart uw CV al uitsturen naar zoveel mogelijk bedrijven. Ik heb dat ook gedaan. Dat leek gewoon, ja, dat was ook wel school. dat was toch wel volgend. Dan denk ik, ja, dat hoort gewoon zo. Ik um, ben dan toch wel. Beter gaan selecteren van waar zou ik terecht willen komen. Um, breed genoeg, veel uitgestuurd, niet echt heel gericht naar één ding waar mijn passie lag, want dat wist ik niet. Maar ja, met het resultaat dat ik in april een job had. Ik was nog niet afgestudeerd. Um, dus, dus, maar die tijd die had ik nodig om, um, om te rijpen, dat is zes jaar. Voor mij was dat. Zinvol hmm. um, om maturiteit te kweken. Ik heb natuurlijk wel mijn diploma gehaald um, en ergens iets in mij, de klassieke vader, die ik niet echt ben, uh, een stuk toch ook wel zegt: Doe maar jongen, hmm. neem maar uw vrijheid, maar zorg ervoor dat je je diploma hebt gehaald. Uh, anderzijds ben ik al jaren fan van Jeff Staes. Um, en Jeff uh, heeft ritueel zijn diploma verbrand. En, en, en ja, ik spreekt van tijdverlies, hè? van school en oude systemen die niet zijn afgestemd op de talenten van, van, van jonge mensen. En daar ben ik het gewoon fundamenteel mee eens. Uh, maar had mij op mijn 18 jaar laten ontdekken... Als zelfstarter en leren wat ik wou leren, was ik niet klaar voor. Mm -hmm. Dan had er niks van gekomen. Dus het is een, een heel moeilijk evenwicht tussen volg het systeem, en, en dat systeem is een oud systeem dat nog veel te weinig afgestemd is op de talenten van de individuele leerling en, en, en student. Dus, dus ocharme, al die kinderen die daardoor moeten van negen uur s morgens tot vier uur in de namiddag Anderzijds, niet iedereen is klaar om zijn leven in handen te nemen en dat te studeren vanuit een maturiteit. Um, en dat evenwicht, ik ben blij dat ik het niet moet uitdokteren, maar ik zie hmm. beide kanten van de medaille. Het, als kind vond ik het meest frustrerende, als ik daar nu op terugkijk, is niet de frustratie die ik als kind had, maar het feit dat de onderwerpen, de leerstof gereduceerd worden tot... Hoe goed scoort je op een proef? En als ik daarover nadenk, ik was als kind zo nieuwsgierig. Ik bedoel, ik ben nog steeds heel nieuwsgierig. Maar als kind nog zoveel meer. En dat eigenlijk de, de gist, de kern van die nieuwsgierigheid gereduceerd werd tot. Oké, okay, ik heb nu drie weken om dit te studeren, dan vergeten en op naar het volgende. En die, gewoon die, die dynamiek is droevig. Alsof, ja, alsof ik vandaag een babbel met iemand doe en morgen ben ik dat volledig vergeten en dan komt de volgende. Zo, dat is niet hoe, hoe iets werkt. Fundamenteel ben ik wel positief ingesteld en denk ik, ieder vindt zijn weg wel, ook vanuit een metapositie bekeken, vanuit een vogelperspectief, dat ik, dat ik denk van, het komt wel goed. Natuurlijk zou jeff Staes zeggen, hé, hey, maar je moet eerst door al die systemen en hmm. worstelen om het dan te laten goedkomen. Maar ook daar in die worsteling... Zit identiteit, zit authenticiteit, leer je ook dingen uit. Misschien met te stoppen. Misschien zoals Steve Jobs zijn studie stopzet en zegt, ik ga dan klasse calligrafie gaan volgen. Uh, en, weet je, ik, ik ben nogal voorstander om niet. Ik ben niet degene. Ik ben niet degene die de systemen aanvecht of wil veranderen. En ik ben blij dat er anderen dat zijn. Ik ben dat niet. Ik, ik ben niet diegene die nieuwe systemen bouwt. Ik ben daar. Dat is mijn ding niet. Hmm. Ik ben wel degene die tegen elk individu in het systeem het gesprek aangaat. En zegt: Wie ben je? Waar sta je voor? En waar ben je naartoe op weg? En ik ben een, nogal een gelover dat als je dat gesprek op een fundamentele manier voert dat er geen enkel systeem die persoon gevangen houdt hmm. en dat sommige systemen dienend zullen zijn voor het verhaal van dat is een zekere vorm van systeemdenkers vinden dit naïef en dat ben ik, een beetje romantiek, zo, zo wat een naïeve... Wacht, waarom vinden die dat naïef? Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik voel me heel. Ik voel me op glad ijs en, oh, oh, om over systemen te praten. Omdat eigenlijk fundamenteel ben ik een rebel. Fundamenteel ben ik, ben ik iemand die niet in een systeem wil passen. En, en ik toch ook geloof dat de wereld ook vooruit gaat door gemeenschappen, systemen, mm. afspraken, regels. Ik ben de eerste die daar wil naast zitten. Dus, dus, dus ik, ik kan hier niet het gesprek voeren over hoe alle systemen slecht zijn en het schoolsysteem. Mm -hmm. ik, ik kan mm -hmm. wel zien dat als ik contact maak met al die mensen in dat systeem, dan gaat mijn aandacht naar de mensen. En niet naar de het systeem. Maar ik ben blij dat er mensen zijn die ook naar de systemen kijken. Maar mm -hmm. mijn aandacht gaat naar de mensen. En. Dan ben ik niet degene die tegen die mensen zegt hoe hard ze moeten vechten voor of tegen het systeem, maar eigenlijk denk, los van de systemen, wie ben je? En. creëer je eigen verhaal. Vandaag is er dit systeem, vorige week was er dat, en morgen is er een ander. En ik denk dan, oké, hmm. als je in contact bent, en dan zullen ik wel mogelijk denken. Dat is. Wel heel erg naïef, maar waarschijnlijk wel. Maar, that's me. Waar ik, waar ik, ik denk graag een term van, uh, of, of, van vangrails. Als in, je wilt nooit van de klif afrijden, dus je hebt een vangrail nodig. Maar in de, de manier waarop hoe dat ik dat gevoeld heb, is dat de vangrails altijd zeer dicht stonden. Van dit is, Het is een zeer nauwe weg die je kunt bewandelen. En van het minste dat je er iets of wat buiten valt slechte punten, ander vak, uw nieuwsgierigheid niet kunnen... Zit je al tegen, tegen de limieten van een systeem, terwijl je wilt eigenlijk tegen iemand kunnen zeggen, kijk... Doe maar, probeer maar, zoek maar. Ergens zijn er wel... van, Je gaat niet van de klif afvallen. En dat is zo... Als ik, daar, ik heb zelf nog geen kinderen, dus ik mag daar eigenlijk weinig over zeggen. Maar ik probeer daarover na te denken, van... Zou je tegen een kind kunnen zeggen... Kijk, in plaats van drie of vier jaar te gaan... Drie of vijf jaar te gaan studeren, bijvoorbeeld, zijn wij... Stel, je komt ook met je partner overeen van we willen het kot betalen. Dat is, dat is, ik zeg maar iets. We hebben financieel willen we een bijdrage doen. Stel, dat is het kot. Zou je evengoed tegen een 18-jarige kunnen zeggen. Weet je wat, je krijgt die drie of vijf jaar de tijd. Het is evengoed voor ons als je gewoon elk jaar een plan maakt van dit is wat ik dit jaar wil doen. Dat mag een bedrijf zijn, dat mag een idee ontwikkelen, dat mag kunst gaan maken zijn in, in plaats van dat diploma. En dan zeg een goede vriend van mij: ja, maar. Als 18-jarige zit, je daar misschien niet matuur in nog voor. Dan gaan we gewoon vijf jaar met de voeten omhoog liggen. Dus dat is een heel moeilijke balans om die te vinden. Het is zeker een moeilijke balans. En dat merk ik nu uh, bij mijn oudste zoon. Um, ik wil nog één ding waar ik nu mee zit in dit gesprek uh, over systemen um, brengen. En dat is iets dat ik twee jaar geleden heb gehoord van een man die, die mij altijd inspireert. En ik heb met hem een podcast opgenomen kennis van mij, James Bamfield en hij, hij begeleidt mensen als een coach in persoonlijke ontwikkeling en leiderschapstraining. En James is een Engelsman die al jaren in Vlaanderen woont en hij heeft een heel klassieke Engelse upper lip stiff lip college gedaan. Dus Cynthia Bergmans college, niks tegen. Maar hij was ook bezig met meditatie, met Oosterse spiritualiteit. En hij zei mij: En dat vond ik wel mooi. Ik heb nooit willen de rebel zijn. Ik heb altijd wel mezelf willen zijn. En hij was altijd populair, zei hij in de school. En iedereen, zei hij. keek naar mij als de rebel. Degene die het dus ging zeggen. Dat het allemaal niet goed was. Dat het veel meer vanuit zelfbewustzijn en betekenisgeving en spiritualiteit. En hij zei, ik heb dat voor mezelf gedaan en nooit die rol in die groep. Omdat mij dat te veel energie kostte. En ik deed gewoon wat er verwacht werd, zodat ik mijn eigen ding kon doen. Dat vond ik mooi, mooie. Dat heb ik nooit vergeten. Ik heb gewoon gezorgd dat ik dat diploma haalde en niet de rol. Heb opgenomen van een systeem dat ik niet wou bevechten. Daar kan ik me heel erg in vinden. Dus ik ben niet diegene die op de barricade gaat staan en die gewoon in gelijk welk systeem er vandaag hier ook is, gewoon zijn vrijheid daar probeert in te pakken en te vinden. Het idee dat, dat het vechten tegen is moeite die je anders had kunnen spenderen. Tja, het is dus dus gewoon mijn verhaal niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja. je, je studeert uiteindelijk af in de communicatiewetenschappen wel? Want daar leert je dan ook... Allez, of dat is dan uiteindelijk een link met, uh, met Jan Puipen ook. Hoe dat wij... Ja, Jan. Uh, ja, Jan uh, hoe dat wij initieel... Ja, Jan zat bij mij op de NIF, we hadden niet echt contact. Mm -hmm. uh, maar, maar achteraf bleek dan... Achteraf dat af, dan, uh, startte hij een sprekersbureau en... Uh, ja, toen was ik met storytelling bezig. Uh, hij had mij ergens gezien of via iemand en contacteerde mij. Of, ik niet, uh, mee, ja, of hij mij niet kon contacteren. Hij had zijn eigen sprekersbureau en ik was iemand die, die ze dan belde voor als ze een opdracht hadden om te komen praten over, uh, over een onderwerp. En toen was ik al zelfstandige. Dus daarvoor, voor mijn zelfstandigheid, want nu ja, Dan spreek ik toch van 16 jaar geleden, ben ik. Uh, Zelfstandig geworden. Dus je hebt een jaar of vijf, zes, zeven in uh, Langer, hè, want uh, uh, Ja, langer. Quasi tien jaar. Ja, tien jaar. Tien jaar. Hmm. Toch. Uh, tien jaar in bedrijven gewerkt. En, en ja, het langste dat ik ergens was, uh, was bijna vier jaar... En dat was echt voor mij fundamenteel behoorlijk lang, want die andere zes jaar zijn gevuld door elk jaar ergens anders te werken. Dus ik heb nooit echt mijn plek gevonden, maar ik heb wel heel hard uh, willen carrière maken. Ik heb ook een beetje carrière gemaakt. Dus um, ik was wel diegene die graag wou zijn als de andere. Um, meer, meer verantwoordelijkheid een groter team, een grotere auto, um, meer aanzien. Ja, of je verlangde wat Verantwoordelijke, manager, directeur. Uh, dat was wel het pad dat ik heel hard... En dat, zat, dat ging vanzelf. Hè. Ik wou dat. Hè. Ik wou dat echt heel graag. Ik heb dat ook gedaan. Um, dus dat ging van communicatie verantwoordelijk. En als het niet snel genoeg was, dan, dan was ik degene die dacht... Ja, kijk, waarom ziet niemand dat? Ga ik bij een ander bedrijf? Dat gaat sneller. Uh, ja, heel gehaaid en, en gedreven en ambitieus. De jonge manager, die jonge hond in het kegelspel. Die, die dan op een gegeven moment... Dat is misschien nog wel een leuke anekdote. Ik, ik, ik zat bij Walters België. En ik was dertig en, en ik werd marketingmanager. Daarvoor had ik toch, ja, wat is het dan? 18 plus 6, 24. Dus tussen mijn 24 en mijn 30 had ik, had ik flink met mijn armen gezwaaid en, en wind gemaakt... Ik kom het goed uitleggen. Um, ik lag meestal goed naar boven. Ik, 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 ik had taal. Um... Lag met CH of met G? <laughs> met G, ja. Met G, ik, G, ik, okay. ik, ik, ik werd. Dus ik. Ja. Het, het, ging, het ging mij voor de wind, zou je zeggen. Hoewel ik wel een jobhopper was. Vandaag is dat normaal. Toen hmm. mm, was dat toch eigenlijk op het randje. Um, hoewel ik dat niet vond. Maar ik bouwde niet echt iets op. Uh, wou ik ook niet. Ik wou vooruit en ik, ik had altijd. Het ging gewoon niet snel genoeg. Het kon niet snel genoeg gaan, ook naar macht. Uh, naar, naar meer verantwoordelijkheid. Aanzien. En dan was ik dertig en werd ik verantwoordelijk marketingmanager bij Woltersclur België. En, en dat, dat, toen dacht ik: wow, dit. Uh, goed, nu moet ik toch even temporiseren. Had ik een team van. Niet 18 mensen of zo, waar um, operationeel marketing en communicatie mensen die een soort intern agentschap waren, die de marketing en de communicatie deden van een uitgeverij, die CD's en boeken en, en uh, in verschillende vakgebieden. En, en dan weet ik dat, dat, dat ik daar toch het gevoel had: van ja, hier, uh, hier heb ik toch nog. Veel te leren, ook naar die mensen toe. Maar ook dat op een gegeven moment fuseert, uh, is er een fusie tussen Seth Samson en uh, Kluwer België, die zusterbedrijven waren, en moest er één marketingmanager komen. Maar je had aan de andere kant ook een marketingmanager bij dat bedrijf, die ook verantwoordelijk was voor 18 mensen. En dan moest er een marketingdirecteur komen. En dat was gewoon level-up, en ineens had je een team van uh, meer dan 30 mensen. En ik had zoiets van: ja, ik. Uiteraard. Uiteraard. Wie anders? Wie anders? En, en, en dan was dat met een, een bureau voor screening, een assessment, alles erop en eraan. En dan, dan, dat was mijn eerste wake-up call, dat, uh, die ik niet zag. Dat was, we vinden Raf een hele goede manager. Um, we zijn heel blij dat hij bij jullie bedrijf werkt. Hij is niet klaar en te jong om marketingdirecteur te worden. En ik herinner mij dat ik naar mijn baas ben gestapt en ik heb gezegd, Shell noemde hij. Ik wil een nieuw assessment. Mm. Mm. Er is iets dat ze niet gezien hebben, de losers. Mm. Mm. Dat was waar ik was. En ze hebben mij dan die functie niet gegeven en ik ben weggegaan. Ik ze Dan niet, dan ben ik weg. En waar ben ik naartoe gegaan? N naar boven. Uiteraard naar boven. En dan werd ik sales en marketing directeur bij de, bij de standaarduitgever. Puur de titel, eerlijk gezegd, en ik haatte het, ja, en ook naar de assessment of naar de voorgaande. Van... Ik vond het niet, ik vond gewoon geen leuke job. Um, ik had het niet naar mijn zin, ik, ik, het lag me niet, het, het, en ik had het nog niet door, denk ik. Want ik vond het wel niet fijn, maar ja, ik was er pas. Ik was er maar een paar maanden. En dan kreeg ik telefoon. Ik denk, uh, ik was er amper een jaar. En dan belde een headhuntingbureau mij. En die zei, kijk, de post is in volle vernieuwing. En, uh, en je hebt nog het oude post, maar je hebt ook al de nieuwe beweging. Um, en die waren heel veel mensen aan het Aantrekken of die van buiten de post kwam, wat toen uitzonderlijk was. Want wie van de privé wou naar de post? Gaan? Dat was een tijd van Johnny Thijs en was toch wel heel veel frisse wind. En uh, voilà. Ik had het ook wel een beetje gehad met dat heel dat people management. Uh, dus ik kreeg een team van twee key account managers. Maar dat was een cel met een hele grote omzet. En, Wacht, wat deed je dan bij de post? wel Ik was verantwoordelijk voor de afdeling. Partnership development richting de, wat ze noemen de drukkerijen, de mailhouses en de reclamebureaus. Met andere woorden, Deel. de mensen die de postzegels verdeelden, maar in grote aantallen. Mensen die heel veel mailings deden. Um, reclamebureaus die heel veel mailings, nu niet meer, toen nog ja, wel. Spreken van begin 2000. Van, ja. ja, en, en, voilà. en drukkerijen en, en, enzovoort. Dus, dus daar zat een hele grote omzetverantwoordelijkheid en had je dus. Uh, twee key account managers. die de relatie moesten aangaan. Uh, hadden met al die verschillende uh, uh, bedrijven. En, en ik was mee verantwoordelijk. voor te kijken hoe we de strategische binding konden beter maken. mee de toekomst uitdenken. Dat ook allemaal heel strategisch. En niet te veel doen, want daar had je die twee account managers voor. Hmm. Weinig people. Hoog in de hiërarchie. Een grotere auto. Een dikke bonus. En nog meer omzet. Loon. En ik zat daar niet graag bij de standaard. Dus, oké, okay, veel gesprekken. Ik kon het niet onaardig uitleggen. Uiteraard moest ik dat worden. Ik ben dat geworden. En dat was mijn uh, laatste job voor mijn zelfstandigheid. Omdat ik zat daar. Ik ben daar een jaar en een half geweest en dan dacht ik: Ja, ik ben de PowerPoint manager. Hmm. Ik, ik, ik voelde me nutteloos. Ik, 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 ik dacht: Wat zit ik in godsnaam hier te doen? En ook mijn eerste impuls is wat voor een ambitieus bedrijf om strategisch te denken bij een monopolistisch bedrijf. Is dat een Ja, maar, dat is ff, dat ja, maar ging, daar gaat het niet, om. Dat um, ging het niet om. Nee, daar gaat het niet om. Het, 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 het had alles met mij te maken en hmm. niks met hen. Um, ik kwam tot een soort van wake-up call. Dat, dat was het. Um, een wake-up call van, van... Ik ben dit niet. Niet alleen de functie, maar ik ben... Ik ben niet degene die... De carrière is die zegt als hij manager is en morgen directeur en dan onder directeur. En, 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 en ego en macht. En... en fundamenteel klopte dat niet. Dat was de eerste keer dat ik dacht, wat zou de 16-jarige Raf hiervan hmm. vinden? En dan dacht ik, weet je, ik wil eigenlijk gewoon plaatjes draaien. Dat klinkt pathetisch, maar de waarheid is dat ik dat echt gedacht heb. Van, hoe ben ik hier terechtgekomen? Dus is, natuurlijk is dat ook vanuit een even naïef idee Even heb ik gedacht, ik wil gewoon als hobby terug bij een vrije radio gaan werken. Dat is het eerste, hou vast. Wat had ik wat vroeger plezant was? Natuurlijk, hmm. ja, daar gaat het niet om. Dat was mijn begin van mijn zoektocht, wie ben ik? Waar sta ik voor? Hoe sta ik in het leven vandaag? Um, maar dat was mijn eerste wake-up call. Later volgde er nog een, oké. Okay, dat was mijn eerste, eerste, eerste wake-up-call en, en, en ik, heb, uh, ik heb ontslag genomen, zonder plan, zonder... Ik ging niet solliciteren voor een nieuwe functie, dat had ik genoeg gedaan. Wou waar uw kinderen zijn? Wauw, ik ben dus slecht in de getallen. Um, de eerste dit was moet, net wel of net ja, niet gewoon. Um, hier... Um, mijn oudste zoon Bent was geboren toen ik nog bij Kluwer werkte, dus hij moet toen drie jaar of zo zijn geweest. En had ik, uh, onze tweede zoon Daan moet toen een jaar oud zijn geweest. Mm. Dus vier of twee, zoiets. Um, toen had ik twee kinderen, nog niet de derde. Mm. En ja, dat moet vier en twee jaar of zo zijn. Dus laten we zeggen, kwestie van verantwoordelijkheid en ouderlijke mm. verantwoordelijkheid. En, en je hebt een huis gekocht en je hebt gebouwd, en, maar niks daarvan. Ging door mij heen als zijnde belangrijk. Um, mijn kantje een stukje ja, impulsief, maar echt wel. dacht ik. Ja, ik heb gewoon ontslag genomen. gekeken, moet ik hier nog wel terugkomen volgende week? Um, je moet dan zogezegd drie maanden uitdoen. Uiteindelijk denk ik dat dat twee weken is geworden in onderling overleg. En daar was ik dan. En ik was thuis. En dat was geen plan. Ik zat niet in een depressie. Ik voelde me niet slecht. Uh, het moest fundamenteel anders iets zelfstandig. Misschien met communicatie of marketing. Geen idee wat. Geen plan, geen strategie. Vrij. <laughs> en ik voel dat, voila, dat gaf wel wat enige wrijving thuis. Ja, want ik was aan het denken, het was echt een uh, ingenieur wanneer je thuis komt, zei je ik wil vrij zijn. Ja, dat is fundamenteel niet veranderd door de jaren heen. We kennen elkaar goed en ik denk dat er wel respect en zichtbaarheid is op wie we zijn en daar zat toen toch nog zeker veel meer spanning op van van, van de bediende met, met een niet onaardig loon en bedrijfswagen en bonus tot tot nul zonder plan eigenlijk en ik kon toen ook niet echt zeggen kijk het is de zoektocht naar mezelf of mijn authenticiteit en dat, 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 dat had ik niet zo'n zicht op hmm. En dan, uh, ja, hoe, gaat het, hoe gaat het verhaal verder? Um, een, een goede uh, kennis van mij uh, had net een... Ik heb in die tien jaar heb ik een jaar in een reclamebureau gewerkt. Heb ik iemand leren kennen, Koen Welk? Uh, in Kazoe noemde dat, in Gent. Um, en, en, en dat was wel fijn. Maar toen, in mijn storm- en periode, was dat niet genoeg. Dus ik zat in het bedrijfsleven, het wrong, het wringt. Dus ik dacht, hmm, dus dat reclamebureau, creatievere sector, beter, was ook beter voor een tijdje. Uit de mallenmolen van, van de structuur toch, van zo'n bedrijf, waar ik altijd mij anders voelde. Um, een baas, die ik ooit heb gehad, die zei: Jij zit toch een speelvogel. Wat ik altijd als negatief heb gezien. En hij bedoelde dat zeer positief. Maar ik wou gewoon manager zijn, eigenlijk. Maar goed. Hm. En in dat reclamebureau, um, daar ga ik dan uiteraard weg, want het ging niet snel genoeg. En het was niet goed genoeg. Het is geen fraai verhaal hoor, maar zo was het. En, uh, maar Koen blijft daar wel als vriend en kennis. En Koen zegt: Je zit weg bij de post. Ik heb een nieuw reclamebureau met een paar oudgedienden uit de sector. Dat gaan ze niet gaan horen, maar die waren toen oud. Um, zijn de achteraan in de 40 of zoiets, zo oud als hmm. ik nu ben. Um, die kwamen van twee grote bureaus. Uh, uh, en heb je geen zin om als medepartner erbij te komen? Vierde van nood. Dat heb ik gedaan. En. Dan was ik mee verantwoordelijk en ik kon, ik kon ook in de aandelenstructuur komen. Dat was plan na een jaar. Um, ja, ja dat, dat, was, dat was niet genoeg. En dat was niet meer genoeg in snel meer en groot. Maar het was niet genoeg ik. Dus ik had, ik had de structuur van me afgegooid. En ik voelde de structuur van een klein reclamebureau. Waar ik mee mijn schouders moest onderzetten. Wat ik wel graag deed. En wat ik deed, deed ik graag. En zou ik niet een stuk meedoen? Want ik, de andere twee waren Franstalig. Koen was Nederlandstalig, maar creatief directeur. Zou je niet mede leiding nemen van dit bureau af met je management skills en wil je niet mede managing director worden? Ja, op papier is dat alles waar je voor tekent. Hmm. Ik denk dat tot op de dag van vandaag, Christel, mijn vrouw. Ja, vandaag kan ze wel plaatsen, maar spijt heeft dat ik dat niet gedaan heb. Dat, dat was heel veel vrijheid die ik wou. Dat was mijn eigen leven en agenda een stuk bepalen in een kleine structuur en agentschap waar ik mee eigenaar ben. Tja, maar ik voelde mij gevangen. <laughs> en, en vandaag zou ik dat misschien wel kunnen, maar whatever eigenlijk. Maar toen niet. Dat, en dan ben ik na een jaar, denk ik, gezegd: ik dank u voor het heel mooie aanbod van de aandelen ik ga het niet doen, ik ga ook niet blijven. En uh, gelukkig is mijn vriendschap met Koen daar niet onder uh, stuk gegaan. En ik ga mijn eigen pad. Iets met communicatie. En ik stond eigenlijk geen meter verder. Ja, misschien een, jawel, misschien een, misschien een, misschien een, een meter verder. Omdat, uh, dat is een anekdote die staat in mijn boek, uh, mijn eerste boek. En dat is toch een moment dat ik dat ik nooit ga vergeten. Um, het, was, het was op het einde van, van dat jaar bij dat bureau dat ik dacht het was laat, het was half zeven s avonds. En ja, ik dacht, ik moet hier blijven zitten tot iedereen, ik ben de baas, dat iedereen naar buiten kent dat. Hm. Ik zat daar te suffen, te denken, wat, waar ben ik mee bezig? En er was nog een gast die met strategie bezig was, Douglas. En die uh, komt langs, die zegt, hé hey af, ik heb iets uitgeprint, je moet dat lezen. Je moet dat lezen, je moet dat lezen. En ik dacht, ja, right. Dus ik schuif dat, ik zeg ja, zeker Douglas, zeg ja, oké. Okay. Mm -hmm. En ik leg dat op, op tafel. En ik denk, oké. Okay. Douglas naar huis, iedereen weg. Een kwartier later, ik pak dat blad, ik ben aan te lezen. En dat raakt mij als een bom. En dat was de uitgeschreven tekst van de commencement speech van Steve Jobs van Stanford University. Die eigenlijk fundamenteel zegt: Be free, follow your path. Um, stay hungry, stay foolish. Echt, dat, dat, dat sloeg in als een bom. Dat was een uitgeschreven tekst. Later is die, die speech op YouTube uh, rondgegaan. Ik heb pas vele jaren later die speech gezien op, op YouTube, maar die was toen pas, weet ik veel, die zal nog niet zo lang geweest zijn. En en zeg ik tegen de medevenoten, I quit. Stay hungry, stay foolish. En iedereen dacht, foolish, it mm. is. Mm. En uh, ja, dus dat dat is een moment uh, en als ik vandaag naar die speech kijk, word ik daar nog uh, geëmotioneerd door. Um, omdat dat fundamenteel, die sprak tot mij, hè. dat was gewoon een, een, ja, anders. een. Die sprak tot mij, dat, 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 dat ging over mij. Hè. Hmm. Dat, 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 dat dacht ik, ja. En, 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 en in mijn werk met, met verhalen, het heeft zeker het zaadje geplant richting verhalen en, en storytelling. Uh, want toen is het heel snel gegaan, want, want vandaag nog um, ja, gebruik ik ook die speech, wat gewoon. I'm here to tell you three stories of my life. One story is about that. One story is about okay. I'm here just three stories, that's it. And he vertelt three verhalen. And at the end, he says, stay hungry, stay foolish, that's it. And you find in those verhalen your waarheid. It is his verhaal. But the Universele thema's die in dat verhaal zaten, waren mijn universele thema's. En daar is het zaadje geplant naar iets waar het begin van mijn passie is ontstaan. Ik ben boeken gaan kopen, gaan lezen. De, 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 de student die nooit leesde, is, uh, en kwam heel snel op het spoor van Stefan Denning. En Stefan Denning was de eerste, die werkte in de World Bank, een heel grote organisatie. En die was met organisatie cultuur bezig. En dat was de eerste, je kan dat nu bijna niet geloven, Vandaag heb je, ja, je kan een dag gewoon het internet niet open doen, of je vindt iets over storytelling. Toen vond je niks. Het internet was natuurlijk nog niet zo groot, maar echt letterlijk niks over storytelling voor bedrijven. Mensen geloven dat niet, maar letterlijk bijna niks. En je vond één ding: Stephen Denning, zijn boek. Een nerd, een organizational consultant, die schreef. Als je de cultuur van een organisatie wil veranderen, moet je luisteren naar alle menselijke anekdotes van de verhalen die verteld worden. En die kleuren de identiteit van wie je bent. Nu, ik ben een communicatieman. Ik wist heel veel van cultuur, identiteit, authenticiteit. Ik kende alle modellen. Daar was ik in mijn managerial stuff goed genoeg mee bezig geweest, met DNA, positionering. En ineens las ik een taal die ik die ik instinctief aanvoelde als juist en anders. Geen consultant taal, geen management mm. Storytelling. En die zei, wat is de held? Wie is de boosdoener? Wat is het script? Wat zijn de chapters? Gewoon, hoe gaat het verhaal? Die pra praten over authenticiteit, die praten over kwetsbaarheid, die praten over gevoelens. Over... En, en, en die gebruikten elke terminologie vanuit storytelling. Ik herinner me... In dat jaar, en ik ben dat blijven doen tot op de dag van vandaag, is boeken kopen en lezen. En ik heb, ik heb gaan lezen over mythes en fabels. En, en altijd wel ook met de link naar wat kan ik er nu mee gaan doen, want ik ga wel iets doen. En heb ik uh, na een half jaar denk ik, uh, van stilte lezen, en ben ik begonnen met een blog. Wacht even, is dat dan uh, Carl Jung? Uh, Wacht, ik wil nog even over die mythes. Carl Jung, Joseph Campbell. Campbell, hè? Eh? Ja, yeah, Campbell. Campbell. The uh, hero, uh, the hero the, with a the, thousand faces. Yeah, ja, yeah, natuurlijk. Uh, Campbell is... is yeah. Het is wel later gekomen, hoor. dat is toch een jaar of drie, vier later. Het is begonnen met Stefan Denning, vanuit waarom, dat is niet onlogisch. Campbell is later gekomen omdat Stefan Denning was gewoon een consultant, was, was een organisator, dat was echt een, een directeur van de World Bank. En die, die, dat kende ik, Campbell was voor mij nog ver weg. Mm -hmm. ik, ik kwam van klassieke modellen, ik kwam, ik kwam van DNA-studies, ik kwam van positioning en missioning en corporate culture, en ik, ik kwam uit die hoek. Mm -hmm. En hij maakte mij de brug met te zeggen: als je wil werken op missie, visie, identiteit, culture. is er sowieso storytelling. Het is dan een paar jaar later: ja, ben ik echt folder in gegaan. En ja, Campbell, kunnen uh, we Ja, Campbell, ja. Kunnen ook een podcast maken? Ja, wauw. Dus uh, ik heb, uh, Campbell is wauw. En, en vandaag gebruik ik. Ik gebruik al jaren de Hero's Journey, uh, mythes, fabels, archetypes. Uh, mm. Ik gebruik letterlijk in het werk dat ik vandaag doe, in het begeleiden van leidinggevenden en ondernemers, die Hero's Journey als ontwikkelingsproces en stappen in hun, in hun uh, leiderschapsontwikkeling. Dus, dus Campbell is, is heel erg aanwezig als inspiratiebron. Omdat dat juist zo out of the box is. En eigenlijk een veld opent dat voor heel veel managers en directeurs uh, niet, niet bekend is. En ik start een blog. Um, omdat. Nu, ja. Er waren heel weinig blogs, hè? Dat, dat, Welk jaar? Ongeveer. Uh, dit, is, dit is 17 jaar geleden. Hè. Mm. Zoiets moet dat zijn. Heel veel blogs waren er niet. Ze um, noemden ook niet blogs, denk ik. Maar whatever. Er waren mensen die nieuwsites of die zelf iets opzetten in een soort van WordPress uh, dat er nog niet was. Maar uh, dat waren er wel, hè? Ik was niet de eerste, hè? maar er waren er niet heel veel. Hmm. En, en ik dacht, ik ben er toch over aan het lezen. Het is wel een goede manier om mij wat bekendheid. Of, dat ja, of klinkt. Erkenning? Dat, of, ja, uh... dat, maar, dat voor social media. Dat, dat, dat was niet vanuit hoe werkt social media. Maar ik dacht, ja, misschien, weet je, ik mail het wat, of links of rechts. Of um, ja, toch, hè, met de juiste. Wel vanuit die insteek. En ik ben dan gaan schrijven um, over wat ik las eigenlijk een artikel over wat ik had gelezen. Um, ook nog omdat ik toch kwam uit Look at Me. Hè? Ik was de manager van Look at Me Go. Hè? Uh, zat ik toen toch ook nog heel erg heel erg in, in de ego fase van kijk eens wat ik kan, ik heb iets nieuws gevonden. En iedereen moet het weten. En ik heb het gevonden en ik ga het vertellen. Maar dat is oké, okay, hè? Dat is oké. Okay. Uh, maar dat was er. Uh, dat paste gewoon. Ik, had niet ineens, ik was niet ineens drastisch veranderd. Maar ik was wel vrij. En zo voelde dat. En dan, uh, ja goed, we kunnen we lang over vertellen. Maar als ik dat wat tempo insteek, dan, dan zei iemand: zou je niet. Terwijl je je zaak uitbouwt, want ik wist in godsnaam niet wat mijn product was de eerste weken. Ik ging iets doen met storytelling, dat had ik begrepen nadat ik Stefan Denning had gezien. Maar wat is nu mijn product? Daar heb ik echt, uh, daar heb ik echt best lang, lang, lang over gedaan om dat te kristalliseren. En dan had iemand gezegd: zou je niet zoeken een praktijklector? Terwijl je je zaak uitbouwt, zou je niet. Deeltijds praktijklector, de worst student ever, ja. um, gaat, gaat lesgeven aan een hogeschool aan de Aartenvelden. En dan dacht ik: dat doe ik. Omdat als je tien jaar ervaring had, moest je geen D-diploma hebben. En dat had ik net uh, tien en een beetje. En ik ging praten met de onderdirecteur. D-diploma. Want ik ken het van mijn moeder, denk ik, die heeft dat ook is de voorloper van het. Uh, hoeiets, zodat zo dat je vandaag kunt bijdragen ja, ja, om les je, te nemen. Ja, precies. Kijk, ja, tis, voilà, dat noemde ik vroeger een D-diploma. Dus ja. je moest, je moest uh, iets bijdoen en dan stage lopen ook. En, en, maar goed, bij praktijklector, wat niet hetzelfde was als lector. Als je tien jaar ervaring had, dan kon je dat doen. En, en er was een onderdirecteur toen die heel erg ook geloofde in het binnenbrengen van praktijkervaring um, van zo'n mensen. En. En dat, ja, ik ging gewoon over het vak vertellen. Um, zover was ik dan wel na tien jaar bedrijfsleven dat ik toch wel met die marketing en die communicatie. Ik ja, was er eigenlijk wel, ik zat er echt wel in en dat voelde wel als mijn gebied. Um, dat was ook zo. Dus als je dan terugkijkt naar het unief, zo gek was dat allemaal niet. Maar dat is, weet je, zoals Steve Jobs zou zeggen: looking backwards, connecting the dots. Ja. Dat is gemakkelijk, uh, maar het is wat het is. En dan, dan ben ik dat gaan doen. En dat heb ik toch vier academiejaren gedaan, deeltijds uh, praktijklector, om dan weer tegen het systeem te lopen. Um, zolang dat ik daar kon binnenkomen en mijn ding doen, als vrij buiter, vanuit een passie voor een vak en dat overbrengen, dan ging dat goed. Maar je opereert in een systeem met vakoverleg en docentenoverleg. En, en, en ik was degene die zei van, ja, ik doe wel wat er moet, maar ik ben niet hier om carrière te maken in het onderwijs. Dus ik zou het liefst gewoon het vak en niet meedoen aan hm. de structuur. Hm. Um, ja, hm. dat gaat niet, hè? Dus dat ging niet. Dat, dat heb ik toch. Uh, wel pittig gevoeld. Snap ik ook wel. Um, dus dat, dat, dat is niet verder gegaan. Um, maar in die vier jaar had je dan wel de mogelijkheid om verder te werken of te timmeren. Ah, mensen Dus dat wel. En dat, dat is goed. En, en mijn eerste jaren was dat. Je uh, vrouw zal ook blij geweest zijn. <laughs> ja, dat, dat. Ja, dat. Wacht, zijn jullie getrouwd? Ja, ja. dat was een goede. Dat was een. Ja, dat, dat was best een goede periode financieel ook, omdat, omdat ik dan deeltijds les gaf en, en, en daarnaast ook al opdrachten had in, in storytelling, communicatie, marketing-projecten uh, eigenlijk. En dat kwam er grosso modo op neer. Hoe kan ik, ik zat aan de corporate-kant, dus niet aan help mij een verhaal te verzinnen voor het product, want dan zat je aan de advertising-kant, dan zat je aan de campaigning-kant, maar we hebben een verandering, een veranderplan plan. We hebben een cultuur, we hebben een identiteit, we hebben een missie, we hebben een strategie. Dan krijg je zo een hoop papieren. Mm. En daar staat heel cognitief ook de stappenplan in van de en de vijf strategische pijlers. En, en ik was dan degene die zegt: Tel me de story. Neem me mee, inspireer mij. Vertel, vertel mij waarom ik deze strategie. En dan begonnen ze letterlijk te zeggen dat stap 1 en strategie 1. En dan zeg je maar. Maar was dat was vanuit de, het perspectief, zij moesten bijvoorbeeld naar medewerkers communiceren. Of uh, naar investerers. Heel vaak interne communicatie. Intern. Heel vaak interne communicatie waar je mensen moet meenemen, inspireren op een nieuwe richting. Mm -hmm. Mensen verbinden rond een nieuw plan. Mensen in beweging krijgen, verbinden, engageren, motiveren, inspireren. De nieuwe strategie, de nieuwe fusie, het nieuwe bedrijf, het nieuwe plan. En dan had je heel vaak gewoon zakelijk facts and figures communicatie, die het wat uitlegde, maar zelden het waarom en heel vaak weinig inspirationeel was. Hmm. En ik was degene die dan kon zeggen, vanuit de taal van later Campbell, Denning, what's the story? Wie is de boosdoener? Wie is de held? Hoe gaat het plot? Waar is het conflict? Conflict. We hebben hier geen conflict. Als er geen conflict is, is er geen goed verhaal. Hmm. Geen, geen, geen goed verhaal zonder conflict. Dus ik kwam met een taal en ik durfde dat. Omdat ik ook de taal kende als zij begonnen over, ik ga u zeggen, strategisch, missioning, visioning, corporate. Dus dat had ik tien jaar gedaan. Hmm. Ik had vertorie en universitair diploma in die taal. Dus ik kon ook hun verrassen als ze daar naartoe gingen, dan praatte ik mee. Om te zeggen, ik versta wat je wil zeggen, maar de oplossing ligt ja, opnieuw, het is niet out of the box. Het, het, het is waar we het eerder over hadden. Het is niet de rebel vanuit het rebel zijn. Het is nee. vanuit een expertise, ja. vanuit een sterkte een nieuw verhaal brengen, omdat je weet wat er erachter zit. En, en inderdaad. En ik voelde mij daar heel krachtig, omdat ik kon de andere zijn. Dat was mijn taak. Daarvoor huurden ze mij in. Ik ik kwam juist om te zeggen, zullen we dat eens langs een andere kant bekijken? Hm. Daar betaalden ze mij. Um, dus die, die eerste jaren heeft me dat een hele grote drive uh, gegeven. Uh, ook omdat ik ook altijd graag zo wat uniek wilde zijn. En niemand was met storytelling bezig. Ik noemde mijn lezingen. Um, ik had een site gemaakt en die noemde natuurlijk... Je voelt daar de corporate kan nog heel veel in. En die site noemde corporatestoryteller.be. Niet storyteller, of, want dan dacht ik verhaaltjes, morgen denken ze dat ik sprookjes schrijf, dus corporate storyteller om te laten voelen. Ook niet branding, omdat ik dacht, ja, oké, okay, corporate. En, uh, en, en ja, ik, ik noemde mij de eerste storyteller van het land. Gewoon, dat was een gimmick. Uh, maar dat werkte wel, maar dat was los van of dat nu waar was of niet, hè. Het ging erom dat ik mij zo voelde. Mm -hmm. Het ging erom dat ik met iets bezig was, waarnaar mijn gevoel toen, 15 jaar geleden, niet waar, hè? maar naar mijn gevoel niemand mee bezig was. <kijkt> en dat, 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 ja, dat, gaf mij, dat gaf mij geweldig veel energie en drijf. Maar over mijn vrouw te spreken en over financiën. Um, uh, in al die jaren toen ik en wel wat projecten deed, om maar een idee te geven waar ik ben uitgestapt. Uh, die eerste vijf, zes, zeven jaar. Uh, er zijn gouden jaren bij geweest. toen ik echt les gaf en projectwerk deed. Gouden jaren als zijnde voor mij goud. maar nooit zoveel verdiend. dan waar ik ben uitgestapt. Hè. Om maar een idee te geven. Uh, bij ja, het ja. Niet mm -hmm. dat dat zoveel was. Mm -hmm. maar ik wil maar zeggen. geld was niet de drijfveer. Mm -hmm. Dan moest ik uh, terug gaan werken in een bedrijf. Hè. Als uh, manager of directeur van een afdeling had ik uh, een stuk meer. Dus dat, dat, dat was no-go. Ja, of binnen wat je deed, je eigen bedrijf uitbouwen. Maar je, dat was ook denk ik niet de, de ambitie voor Ja, Het ging meer... Ja, dat was wel de ambitie hoor. Um, omdat, omdat toch zeker in die eerste jaren... Um, ja, allee, mens verandert niet over, over een nacht. Um, ik was, wel, ik was wel op een andere plek gekomen, ik was wel vrij, maar dan komt succes. Dan komt er een project, dan komt er nog een project, dan komt er een groot project. Dan denk ik: ja, we gaan hè? Meer? Verdubbelen. Hm. Misschien moet ik met aanwerven. Of twee. Stel ervoor dat ik er tien moet aanwerven en zelf niet meer in moet werken of zo. Nou, geweldig, toch nee? Hm. En gewoon zo nog wat komen wijzen. Kom, dat heb ik. Dat heb ik toch ook dat dat ben ik ook wel helemaal van teruggekomen. Hmm. Um, niet vanuit een falen. Want er zijn echt periodes geweest. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb een telefoon gehad. Allee, ik heb één of twee echte kans gehad om samen te werken met een van de grote reclamebureaus, die zeiden van kom bij ons. Als cel. Het moet wel onder onze naam. Dus corporate storytelling bestaat niet meer, maar we bouwen een cel rond corporate storytelling. Toen was ik met. Twee, drie jaar bezig. Dat was een heel aanlokkelijk voorstel. Um, toch niet gedaan. Dat was te kort. En twee, drie jaar later spijt om het niet gedaan te hebben. Toen is het niet zo goed nu meer ging. Toen ik minder geld verdiende. dacht ik, ah, ik heb het laten liggen, mijn, mijn golden ticket. Mm -hmm. Maar, kijk. Um, dat was toen. En dat waren vele fijne jaren. Het ging een hele tijd goed. Tot het niet meer goed ging. Waarom gaat het ineens niet meer goed? 2008? Um, nee, wacht. Ja, dit, 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 dit kunnen we zeggen met: ik ben nu 16 jaar zelfstandig. Nog eens, ik ben niet gewoon timing, maar het gaat heel wat jaren goed. Um, ook wel met schommelingen, dus een minder goed jaar. Maar dat hoort erbij. Dus dat was allemaal oké. Okay. Um, projecten, corporate communicatie. Corporate storytelling. En voor een jaar of 8, 9, denk ik. En dan, dan begon er iets te wringen. Stilletjes eigenlijk. Er begon stelletjes. Vanuit een eerste besef van ga ik dit nog 20 jaar doen? Ik, ik, ik hoorde precies. Mijzelf vertellen in mijn slaap wat ik de volgende dag. Ik, ik had het gevoel dat ik alles verteld had. Hm. En dat ik niet meer aan het bijleren was. Dat is één ding. Maar ik kwam ook met iets in contact. Ja, hm, dat is een moeilijk verhaal gekomen. Um, dat is moeilijk, omdat dat nog niet zo lang geleden is. Kan dat, ik kan het wel vertellen, hè, maar ik. Dat is niet terug te brengen zoals bij het andere één event waar ik een speech lees. Of waar ik... Dit is echt een heel traag proces. Daarom dat ik kan daar niet timen. Ik weet wel dat, dat ik was gaandeweg, zo is het een stukje begonnen. Het is een stukje inhoudelijk begonnen, vanuit werk. En een stuk vanuit persoonlijkheid. En die twee gaan parallel. Wat wil ik daarmee zeggen? Wauw. Dus een podcast, dan moet je babbelen. Met. Ik heb het gevoel dat ik wat te veel aan babbelen ben. Dat is de bedoeling, zeker. En uh, die twee gaan parallel. omdat... Neem nu de VDAB. Ik had een project, ik denk dat dat mag gezegd worden, omdat Frans Verwaard was toen, die is nu pensioen directeur bij de VDAB. En die volgde mijn blog al een tijdje. En die vond dat altijd heel tof. En hij was er fan van. En. Zo had ik een project bij de VDAB om hun strategie, hun veranderplan uh, naar de toekomst, om dat vanuit een verhaal te gaan belichten. En hij had toen wat ze noemden de Ronde van Vlaanderen. En hij ging overal zijn verhaal vertellen in heel Vlaanderen over de nieuwe strategie van de toekomst. En hij zei: Werken wij hier niet met je storyteller, de RAF? Ik lees dat. Kan hij mij niet eens wat begeleiden? Zo begon dat. En Fons Leroy was al een goede storyteller, maar ik laat hem eens zien of hij op mijn persoonlijk verhaal, en mijn leiderschap, mij niet kan ondersteunen, advies geven, coachen. En hij was niet de enige. Ik zat bij Jans Pharmaceutica, dat was een groot project. En dan, dat is nog een heel aparte anekdote: er was een, een dame, CEO die ik niet kende, maar die had gehoord van wat ik aan het doen was bij Jans Farmaceutica um, in een storytelling project toen Jans Pharmaceutica onder Johnson Johnson vlag moest komen was een hele identiteit project gingen we dat vanuit storytelling benaderen dat zijn een van die grote projecten die ik heb kunnen doen het zijn heel fijne voorbeelden en die dame zei werken wij niet met een storyteller daar ik heb een nieuw aangestelde directrice ik moet naar Davos en ik moet uh, voor het middenmanagement en hoger management. Mijn verhaal gaan vertellen. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Was mijn leadership? Uh, hoe zie ik de toekomst? Ik kan misschien wel wat hulp gebruiken in het ondersteunen van mijn story te bouwen. Dat zijn een van die hele leuke sappige anekdotes, want dat zijn zo van die schone voorbeelden waar ze u invliegen, waar een chauffeur u staat op te wachten. Mm -hmm. Alleen, dat zijn van die rock and roll leuke voorbeelden. Um, en op dat traject heb ik dus wel wat. Uh, dat is een anekdote die staat, uh, staat ook in mijn, in mijn boek, hoe dat die meeting met die dame gaat, misschien verstabbelen. Maar zo had ik met een paar leidinggevende uh, vanuit de projecten die ik deed met de communicatieafdeling contact. En begon de weg richting leiderschap. Mensen die eigenlijk zeiden: Van ja, kan je me niet helpen? Met mijn verhaal, hoe ik het breng. En. En mijn persoonlijk traject, dat daar laatst heb, was ook steeds meer naar verdieping. Um, ook vanuit, ja, vanuit een groter zelfbewustzijn, maar vaak vanuit een crisis, zo gaat dat. Vanuit het schuurt, vanuit een identiteit, van wie ben ik, wie sta ik in het leven. En, en mijn eigen zoektocht naar, naar, naar wie ik ben, waarvoor ik sta. En dan die combi met dat werk met die leidinggevende, waar ik... Niet zozeer werkt op een communicatietechniek van hoe sta je op het podium, hoe hou je ja. je handen en wat zijn de juiste woorden, maar wie ben je? Iets waar ik in mijn eigen leven ook heel veel mee bezig was. Het was natuurlijk al aangezet vanuit Steve Jobs toen. Het heeft er altijd gezeten, maar ik zat er voor mijn eigen vol in. Echt vol in. En, en ja, spiegelmomenten, um, reflectie, contemplatie... Ja, bezinning, ook met heel veel pijn en strijd en borsteling. En dat waren ook de vragen die ik hen dan stelde. Maar, okay. En dan kom je natuurlijk in de begeleiding met die leidinggevende niet zozeer op storytelling en communicatie, maar op alles wat de leiderschapsthema's zijn, zoals kwetsbaarheid, vertrouwen, authenticiteit. Wie ben je eigenlijk? Past dat wel bij wie je bent? En, en dat heb ik toch ja, zo één, twee jaar kunnen doen. En daar is dat boek uitgekomen. Sterke verhalen, sterke leiders. Wat voor mij een shift was van de storyteller, marketeer, communicatieman. Die eigenlijk ook wel met dat boek versneld richting. En dat was ook wel een beetje een positie nemen: van kijk, ik zit in dat veld en dan laat ik dat zien en dan gaat dat wat sneller. Um, en dat, dat heeft ook gewerkt en dat was ook authentiek. Ik zat daar ook wel maar toch dan weer een stuk vanuit die drang van dat snel ook goed te laten zien aan iedereen, zodat dat nog wat rapper misschien zou kunnen gaan, dat veld. Dus technisch en vanuit die bedrijven inhoudelijk liep dat goed. Dat andere stuk dat liep iets minder goed. Dat kon ik zo niet sturen. Dus. Ja, dat zakelijke, dat had ik onder controle. Ik had een boek, ik kon mensen bevragen over hun identiteit en waarvoor ze staan, authenticiteit. Dat ging goed. En met dat boek had ik meer zichtbaarheid. Dat was natuurlijk niet gerekend op als je zelf in je eigen gaat graven, dat dat zich niet laat vangen in een structuur, in een plan. En dan, uh, ja dan. Dan ben ik op een gegeven moment, uh, is het licht uitgegaan. Eigenlijk. Ik kon het niet meer. En, en alles was er. Ik had een boek, ik had klanten. Ik had een nieuwe richting, meer vanuit authenticiteit. Wat ik ook wou. Menselijke begeleiding, geen projecten. Ik had namen. Ik had referenties. Ons even een video kunnen ingesproken, hoe goed eraf wel niet is. Stond op mijn site. En het was gedaan. En dat ging ook over een paar maanden, hè. dus niet één moment. Ja, en dat was, ik uh, weet niet, vier jaar geleden. Wat zegt je tegen je vrouw het, als je voelt dat het gedaan is? Wat, wat vertelt oh. jij haar dan? Weet je, daar. Daarvoor, daarvoor had, ik, had ik alles onder controle, dacht ik. Dan vertelde ik dat. Of dan dat. Vanuit authenticiteit hoor, maar toch wel vanuit controle ook wel. Hè? Vanuit echtheid, hè. maar toch ook wel een stukje ja, sturend of plannen. Of het komt wel goed. Of toen vertelde ik niet gek veel meer. Hmm. Het was niet. Ik vertelde niks. Ja, ik vertelde niks. Ja. Maar wat betekent dat dan dat het licht ging uit? Oh, dat kan je heel concreet voorstellen met um, een um, paar voorbeelden zeker. Dat uh, je ik zit in een meeting, um, waar ik zoals nu, misschien nog meer heel enthousiast aan het vertellen ben, waar andere vragen stellen. Waar we een project bespreken. Um, waar er een superdynamische sfeer heerst. Waar we op één golflengte zitten. Over storytelling bezig zijn. Over plannen die we gaan maken. Nog geen klant. Mogelijke klant. Waar ik helemaal op dreef ben. En waar de klant denkt. Ja, dit is, dit is het. Stop. Waar ze vragen, oké, okay, kan je daar dan een offerte voor uitwerken? Waar ik volop ja zeg. Tuurlijk. Waar ik in de auto kom en denk, oh my god, ik wil dit niet doen. Bijvoorbeeld. En het dan ook niet toe. Nooit een offerte indienen. En zeg van, ik... Of een ander voorbeeld, waar ik naar een klant rijd, waar ik moet zijn. En oplaad. Omdat ik pff, het niet gemakkelijk vind. En waar ik een kwartier voordat ik ben, bel van ja, ik ben ziek, ga niet komen. Het gaat niet. En gewoon terug naar huis rijdt. En waar tien man op mij zitten wachten. Voor een halve dag workshop. Het is niet echt uh, waar ik mijn voicemail afzet dat mensen geen berichten meer kunnen inspreken. Maar is dat dan vanuit zelfsabotage of vastzitten was dan. Het is aan de ene kant alles wat je ooit gewild hebt, en dat, of ik wil blijven nu. Zeker, ja, absoluut, ja. En toch, wat ja. was dan de kern van waarom, waarom dat niet, niet was? Um, dat... Of misschien is dat nog niet duidelijk. Ja, wat? Het is, niet, het, is zin, het, is zo, het is niet duidelijk dat ik daar een catchy antwoord kan op geven, eh, of gevat, of, of dat niet. Um, maar het is wel duidelijk, en, en ik, ben er ook, ik, kan er ook, ik kan er ook wel naar kijken. Um, het is... Waar Steve Jobs zijn speech toen ik in dat reclamebureau werkte insloeg als een bom, was dit een splinterbom gespreid over tijd die mij bracht tot een laag dieper. Dat gevoel heb ik. Dat ik, dat ik een soort van tweede wake-up call had. De eerste was: Ik wil niet in dat bedrijfsleven zitten, ik wil vrij zijn en mijn eigen ding doen. Daar was ik dan. En. Dat ik dan dacht: oké, maar dat is wel oké. Maar dat ik tot die laag dieper kom van. En terug met diezelfde vraag. Wat zou de 16-jarige. Fundamenteel dezelfde vraag. Wie ben ik? Fundamenteel is: wie ben ik? Zo, zo, ja. Dat en daar ook niet meteen een. Vandaag kan, kan ik daar makkelijk naar kijken, maar, maar toen stelde ik alles in vraag. Is het, uw, is het mijn huwelijk? Weet je, het, het, het klassieke van, het is eerst iedereen allemaal al de rest. Hmm. Het zijn de kinderen, het is het, het is het werk, het zijn de klanten, het is het type werk. Het, het is mijn vrouw, het zijn de kinderen, het, het zijn eigenlijk die, die vrienden. En dat duurt best wel wat, die periode. Dat is niet één dag. En daarna, dan, ja, denk ik, het is allemaal mijn schuld. En dan hebben we zelfbeklag en medelijden en depressieve toestanden en de rest is allemaal oké. Okay. Maar ik zijn jongen, fucked up. Het, 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 het is denk ik eigenlijk. Zijn ik ook altijd geweest. Ik ga ook nooit komen. Hm. Ik ben er ook niet voor gemaakt. Niemand begrijpt mij ook. Ik ben fundamenteel ook alleen. Hm. En dan ben ik terug veertien. Hm. En daar voorbij, dan is het niet... Dat, dat, het is niet dat dat niet waar is, hè, maar dat zijn allemaal verhalen. Constructies. En als ik wil, kan ik zeggen, ja, dat is waar. En dan ga ik daar voorbeelden van geven. En dan zeg je, ja, ja je hebt gelijk, dat is inderdaad een goed voorbeeld, zwaar En ik kan het verhaal vertellen dat dat niet waar is. En dan kan ik ook voorbeelden van geven. Weet je, en allebei zijn niet waar. Het verhaal dat niet waar is, is niet waar. En het mm. maakt niet uit. Het is allemaal een constructie. En, uh, en dan ben ik richting, ja... Dan, dan is die podcast gekomen. Dan ben ik gaan spreken met mensen die mij me inspireren. Dan ben ik een boek aan het lezen van Jan Geurts over spiritualiteit. En, en dan denk ik, ik moet die bellen. Zoals ik dat met Adam Curry deed. En weet je wat, dan heb ik dat gewoon gedaan. En mijn mailadder was dat toen. Dan zeg ik zei, beste Jan, ik ben helemaal kapot van uw boek. Ik moet u zien. Eh. Uh, maar dan klonk dat zo. Beste Jan, ik heb een uh, podcast in Vlaanderen die wel wat luistert. Ik... Hmm. Uh, niet te veel uh, ego, maar toch genoeg om hem te zeggen: hé, hey, ik wil mijn verhaal wel eens vertellen in Vlaanderen. Uh, maar dan echt vol in gesprek. En uh, uh, al die stukjes zijn uh, mijn. Uh... Ja, dat zijn mijn levenslessen. Uh, dat is mijn. En ik ben ook cursussen gaan volgen. en maar niet cognitief, niks, uh, niks, meer inhoudelijk, ja, voilà. Gaan eens drinken, komen? Mm -hmm. Gaan eens drinken, denk ik. Dan hebben we wijn hier. <laughs> ja, 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 ah, ga vanzelf. jongens, zo een interview. Beste luisteraars, voor mij ligt een boekje. Dat noemt Emily Dickinson, dat is de onderlegger die Kobe gebruikt. Oh. <laughs> My life stood a loaded gun. Mag ik dat lezen? Als je die ene leest van. Ja, uh, pagina 6. Die van Alone of. Ja, ja, dan moet ik nu aan denken, want voor wij ons gesprek begonnen, beste luisteraar, las ik aan het lezen op pagina 6. En. Uh, dat is een gedicht. Rafa is de eerste gast ooit die, uh, die de boekjes effectief leest. Ik geef die als onderlegger, want uh, ik vind dat gewoon grappig. De meeste tof, de ja. accepteren dat gewoon. En wel die Dickinson. En hij legt zijn glas aan de kant en zegt: Dat ga ik eens even lezen. Ja, want op de achterkant stond Electrifying Poems of Isolation, Beauty, Death, Eternity. from a reclusive genius one of America's greatest writers isolation beauty death eternity genius and greatest writers as je dat in ene zin krijgt dan heb something iets gepresteerd i am nobody who are you staat er zo i am nobody who are you are you nobody too then there is a pair of us don't tell they'd banish us you know how dreary to be somebody how public like a frog To tell your name, the live long day to an admiring bog. Dat zegt het al, hè. Hier is dat nu. Je hebt nog niet verteld hoe dat het aan je leidt, tot uh, de, de laatste vijf jaar. Uh, tot het telefoontje dat je daarnet kreeg. Ja, oké, wauw. Dat zijn twee vragen in één. Um, of verschillende. Ja, er is... Dat is wel fijn dat je daar naartoe gaat. Uh, want, want de laatste vijf jaar, of de laatste, ja, de laatste jaren, uh, ja, zit ik wel, wel op, een, op, een, op een nieuw pad. Zo. Uh, dat is zo een beetje een komen dat. Ik, ik weet nu terug dat, dat jij voor mij zit. Uh, dus ik, ik besef nu dat ik er juist heel erg op mijn, trip, op mijn trip in mijn verhaal zat. Dus ik ben teruggeland. Terug hier, dat is wel goed. En dat, dat is een beetje dat, dat ik het gevoel heb dat ik op een voetbalveld stond um, waar, ik, waar ik de spelregels kende. En er stonden zo twee goden, elf mannen die hebben een short aan en een buitenspel en vlaggens. En ik had zo het gevoel dat ik dat spelletje kende. Dat, dat, dat is het zo. En dat, dat had ik wel. En dan keek ik over de muur, een paar jaar geleden. En weet je wat ik dan zag? Dan zag ik daar een ander veld liggen. En dan stonden geen twee oom, zeven. En dat was zo van die kleine oom. En dan liepen zo, dat liep 44 man. En die hadden allemaal andere kleren aan. En die deden gekke dingen. Die hadden geen bal en zo. In ieder geval begreep ik er niks van. Maar dat leek mij heel plezant. En dat trok mij geweldig aan. Dat, dat gevoel heb ik. Dat, dat ik, een, dat ik. dat ik een nieuw veld ontdekt heb. En, en in die eerste tijd wou ik alleen op dat veld zijn. Uh, en en niet nie op dat voetbalveld. En al die mensen op dat voetbalveld, die, die, die heb ik weggeduwd. Want die begrepen er niks van. Die dachten dat dat het enige veld was. Ja, allemaal niet door. Dat dat, 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 dat onbetekenisloos was, dat ene veld. Dat, dat de wereld zoveel groter was. Vandaag schuiven die velden wel wat meer uh, in elkaar. En, en dat, is, dat is, ja, ik kan dat veld ook niet benoemen. Ik, 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 maar dat is in ieder geval wel... wel een stukje ja, betekenisgeving. Ik zou het woord spiritualiteit durven gebruiken. Um, meditatie, bewustzijn, vanuit een nuchterheid, um, vanuit een zakelijkheid, maar, maar ook wel vanuit een diepgang. Goh, ik kan er niet, daar wil ik nu niet te veel woorden aan geven, zo, omdat, omdat ik kan dan niet. Maar dat is zeker wel vanuit een diepere laag. Um, vanuit een zelfbewustere laag. Um, en en dat, 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 dat heb ik echt ook gaan opzoeken vanuit in mijn werk eigenlijk. Um, en dat was best ook wel een zoektocht. Duikt je dan ook in de literatuur? Ja. Want ik moet denken aan Alan Watts, uh, Krishnamurti... Uh... Wel, of misschien niet zo. Dus nee, ik eigenlijk niet. Die namen, ik, ik weet waar je naar refereert, maar. Nee, eigenlijk literatuur niet. Um, niet dus een beetje wel, ik ben, maar niet veel hoor. Maar, want, maar ik ben nu een geweldig boek aan het lezen: een filosofisch essay van een Nederlandse schrijver. Um, ik moet het er al bij pakken, omdat ik het verleden Melancholie van de onrust, een filosofische zei van Joke Hermsen. En, en dat, dat heb ik toch wel, toch wel een beetje, um, maar ook met Campbell. Ik, ik, kan niet, ik krijg niet uitgekeken op, op Campbell, op, op, op methodologie. Uh, ik lees over archetypes. Ik zal eerder zoiets doen. Um, hmm. um, af en toe een roman die ook eerder aan de melancholische kant zit, de acht bergen, was ik kapot van twee jaar geleden. Cognotti of zo'n Italiaanse. Ja, Paolo. Co, eh, Cognetti of zoiets. Meerlezen. Ja, ik was daar, maar dat, goed, dat spreekt dan. De thema's die gaan naar ja, een stuk melancholie in mij. Um, um, en, en naar, naar, ja, naar evenwicht en authenticiteit, naar, naar balans, naar rust, naar, naar reflectie. Dat, dat zijn dingen die, die wel hard. Uh, aan mij trekken op mijn eigen pad. Ik ga eerder naar belevingsdingen. Uh, ja. um. Maar inwaarts, niet uit. Dat ja, inwaarts, van, ja, inwaarts, inwaarts. Oh, uh, uh, ja. Inwaarts. Ik heb zo dan. Uh, ja, ik vind het niet gemakkelijk om daarover te vertellen zonder dat gratuit te laten klinken, uh, want dat is het helemaal niet. Maar ik heb dan twee mannenweekends gedaan. Ik heb zo'n die mannenweekends waar je een te vol bier laat en dan gaat feesten in de Ardennen in een chalet, dat is ook fijn. Ook fijn, maar dat is het dus niet. Um, waar, waar een groep mannen, zat wat, wat weerstand van mij op, van hoe ben ik in een groep mannen? Komt je eigen thema's tegen? Hoe komt het dat ik eigenlijk altijd gemakkelijker met vrouwen kan omgaan? Of, um, maar dat was magisch. Um, hoe, hoe, hoe een groep mannen onder begeleiding aan het werk gaat met wie ben ik, waar sta ik voor mannen van alle leeftijden maar toch wel een beetje ouder meestal niet twintigers maar kan, maar waren toch wel wat ouder en van verschillende soorten en slag en, en zo'n dingen um, ik ben uh, ik ben ik ben al twee jaar met shamanisme bezig. Maar echt als leerling. Um, dingen trekt aan mij. Uh, ik heb al een workshop gaan volgen: shamanisme voor, voor coaches. Uh, bij Chris, Chris O'Ree. Ja, ja, daar ben ik wel mee bezig. Uh, en dan kom ik naar Peru. Ja, ik, heb ik. In België gedaan zo'n zo mm -hmm. sessie um, uh, astrologie. Kijk, ik, ik, ben, het, ik ben aan het spelen. Uh, ik ben aan het ontdekken, ik ben aan het spelen. Ik, 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 de weg naar binnen, om, om dan ook, en daar ben ik wel vandaag ook, de weg naar buiten. Uh, dus ik, 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 heb, ik heb best wel lang aan innerlijk werk gedaan. Om, om vandaag ook al mensen daarin te begeleiden vanuit hun verhaal. En ik heb een hele tijd um, mij afgezet, um, toen ik in de grot zat, um, een paar jaar geleden, tegen storytelling, um, dat ik dacht van, goh, ik, heb mij, ik, wat, ik, wil, ik wil in een nieuw veld en storytelling is het oude veld. En, en de integratie is de laatste tijd gekomen, um, de laatste twee jaar denk ik, waar, waar ik voel dat, dat, dat de kracht van, 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 van ja, Campbell, van storytelling, van de kracht van je persoonlijke verhaal, dat dat, dat dat vanuit die laag des te sterker is. De begeleiding met Fons Leroy was toen vanuit een zekere diepte. Vandaag. Zou dat nog vanuit een andere diepte gaan? Dus ik, ik ben veel meer de laatste jaren opgeschoven naar leiderschap. En daar komt storytelling of communicatie misschien ook wel eens bij te pas. Um, maar het is meer vanuit het begeleiden naar leiderschap, maar wel weer met mijn eigen kleur. Hoeveel leiderschapscoaches heb je niet vandaag? My God. En ze mogen er zijn, hè? Om weer James Bamfield, hij gaat misschien graag horen, uh, uh, te, te citeren. Uh, Thank God dat er zoveel coaches zijn. Hè? Want hij zegt: de wereld zit nog altijd eerder te wachten op de nieuwe iPhone dan wel op de volgende yogacursus. Dus de balans is nog niet helemaal in evenwicht. Dus laat maar komen. Al die aandacht naar spiritualiteit, innerlijk werk, meditatie. Denk je, ja, zitten daar altijd de goeie bij? Wie ben ik om daarover te oordelen? Dan hou ik van James een uitspraak die zegt: hey... Laat maar komen, hè. de aandacht naar dat veld. Het is nog hm. lang niet in evenwicht. Er zou er maar eens een goede tussen zitten. Dus laat maar komen, en laat hm. iedereen maar, maar, maar uh, zoals ik. Uh, maar ik heb uh, experimenteren en zoeken, en ik heb wel gevonden, en daar ben ik wel heel erg fier op, dat, daar voel ik me heel erg goed. De laatste, ja, laatste twee jaar, dat integratie is stilaan aan het komen. En de integratie van het voetbalveld met het andere veld, dat het geen twee gescheiden velden zijn. De integratie van alles wat ik heb gedaan in mijn management stuff, alles wat ik heb gedaan in storytelling, um, in projectwerk, voel ik dat ik vandaag die dingen kan meenemen en inzetten waar nodig um, vanuit mijn nieuwe bezigheid van het begeleiden van leiders, leidinggevenden en ondernemers op wie zijn ze, wat is hun verhaal, terug met dezelfde taal, maar dan niet meer te hard het willen snel benoemen en hun te laten komen vanuit hun eigen zoektocht en dat opener te laten en meer te kunnen aanwezig zijn, begeleiden en faciliteren, dan wel, dan wel richting geven of, of het te moeten weten. Um, en, en dat voelt gewoon heel goed eigenlijk. Dat, dat voelt heel vertrouwd. Dat, dat is moeten, ik heb moeten leren dat ik zoveel niet moet geven om veel te kunnen betekenen. In sessies, workshops, begeleidingen, ja, heb ik heel lang gedacht van, mensen betalen hier wel voor, ik moet zorgen dat er meerwaarde is. En dat is dan content, of... En ik heb vandaag gemerkt dat gewoon er zijn um, een soort energie kan... Brengen, die betekenisvol is en op het juiste moment daar dan toch iets te kunnen doen dat dan klopt. Um, en weten dat, dat voelt gewoon vertrouwd. Niet van ik moet dat leren. Dat, dat raakt in mij een, iets aan dat. Ja, ik kan dat niet anders zeggen. Dat vertrouwd voelt dat, dat ik eigenlijk altijd ben geweest. Het is bijna alsof ik een soort van vrijgeleide aan mezelf geef om te zeggen, het is goed af. Het is goed, je moet zwaar niet werken. Je moet niet zwaar duwen, het is goed. Het is oké, zijn. Mocht waar. gewoon wat. En dat is ook wat ik zo leuk vind aan die podcast. Dus ik snap heel goed, dat is gewoon... Ik heb nu geweldig veel gebabbeld, maar in je podcast is dat zalig om te kunnen luisteren. En, uh, en dat doe ik vandaag ook uh, in mijn werk. Bij momenten hevig vanuit mijn passie iets brengen wat mensen inspireert, misschien een beetje bel ze de box. En heel veel daarna loslaten. En echt loslaten. En dat, dat heeft geresulteerd in, in, ja, in iets dat ik nu een jaar geleden in de wereld heb gezet, en dat noemt uh, tribes, stammen. Omdat ik vond dat ook uh, ja, de, de antropologie en, en de studie van stammen, dat, dat, dat boeit mij wel. Van wat kunnen we leren van de, de oude wijsheid van stammen? En weet je wat je dan vindt? Rituelen, uh, verhalen, uh, geen PowerPoints, Excel-sheets, mission statements. Dus al die dingen die eigenlijk verhalen, fabels, mythes. Uh. En voilà, dat heb ik tribes genoemd. En daar begeleid ik nu uh, leidinggevende bedrijven, ondernemers, in hoe ze een sterke stam kunnen maken. Een community, een bedrijf, maar vanuit de filosofie van, van stammen. En, en, uh, en dat, dat, ja, dat klopt, ik kan het niet anders zeggen. Dat, dat voelt heel warm, authentiek, dicht bij mij. Dat is denk ik wel, ja, dat geeft een goede voel. Dus je bereidt een expeditie voor, naar Jordanië? Uh, ja, die brug die kunnen we nog maken. De, wat ik zeker moet... Ik, ik zou echt wel graag nog iets, iets extra eren en vertellen. Um, en omdat waar jij naar vraagt, die expeditie... Dat is een product vanuit Tribes. En Tribes heb ik, uh, ja, een klein jaar geleden gestart vanuit het idee van verhalen, community building en leadership komt samen in stammen. En Tribes is een product, uh, Expeditieleiderschap is een product. Het is uh, druk in de straat. Het is de brandweer. Hè? Het is druk in de straat. Dus als ze zo luid... Zijn op dit moment, even tussendoor, als ze op dit moment ja. zo luid zijn... Dan is er iets aan. 9 van de 10 is dat de brandweer, want er net was... Dit is de derde sirene, de eerste was een brandweer. De tweede was, denk ik, politie of ambulant, want die stopte even. Ah. Dit is terug brandweer. Ik kan het niet zien van hier, maar ik ben vrij ja. zeker. Anyway, ja, ik... Zwart. Ja, nou... Ik vind het zeer charmant om dat te horen charmant. op de achtergrond. Maar het is ook storend, ja. maar ik vind het heel charmant. Ja. Maar zwart. En En... En ik, heb, um, ik wil eerst zelfs toch dat ding eren, want Expeditieleiderschap is een product waar ik met groepen, leiders en ondernemers, naar het buitenland uh, trek om uh, dichter bij hun verhaal te komen en hoe ze het in de wereld kunnen zetten. Dat is een product vanuit, 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 vanuit Tribes. Uh, maar wat ik belangrijk vind om te zeggen, is dat er zijn heel wat mensen belangrijk geweest uh, op mijn op mijn op mijn pad um, om hier te komen en en dat heeft dat heeft dat heeft toch dingen versneld um, ja en ik, ik, ik vind het wel echt belangrijk om zo wat namen te eren um, Dat, ik, ik ben, want je zei van ben je aan het lezen, ja, maar als ik dan kijk, heb ik het meeste gehaald om mij te verbinden, bewust te verbinden met de juiste communities. Hmm. Waar ik zelf ook nu werk in het bouwen van communities, merk ik ook voor mensen die naar luisteren dat. Vanuit een verhoogd zelfbewustzijn de juiste kant op kijken en connecties aangaan. Stuurt je verhaal. Heel veel mensen zitten gevangen in een bepaald verhaal en houden zich gevangen. Um, in die zin kan een verhaal heel erg tegen u werken. Um, en. Dan zeggen ze, ja, maar dat, dat, dat gaat altijd zo zijn. En ik heb die contacten niet. En, en, en dat is ook zo geweest. En dan geven ze allemaal voorbeelden die maken dat hun verhaal klopt. Hmm. Zodat ze zeggen: van ik ben gevangen. Um, waar ik dan tegen zeg: van je kiest je eigen verhaal. Niet alleen kies je. Je nieuwe verhaal, want dan zeg je, ja, ik kan ik nog voor kiezen? Ik, ik, ik stap naar links of ik stap naar rechts vooruit en dan heb ik gekozen. Je kiest vandaag. Wat bedoel ik daarmee? En dat vind ik wel belangrijk, um, is dat je kan vandaag kiezen voor een nieuw verhaal. Zonder dat je in beweging komt vooruit. Ik zou iets over zeggen over die communities. Maar je kiest ook door de verhaal die je vertelt rond wat je denkt dat jouw verhaal is. Simpel gezegd, de anekdotes, de ervaringen, de voorbeelden die je aanhaalt om te bewijzen in welk verhaal je gevangen zit of niet gevangen zit. Is een keuze die je maakt. Van het moment dat je dat doorhebt, ontstaat er vrijheid. Van het moment dat je beseft dat je niet gevangen zit in je verhaal, hoewel je dat net het laatste jaar tegen iedereen verteld hebt, maak je contact met die dingen die misschien al goed gingen in je leven waar je al het nieuwe verhaal dat je zou willen een stukje in werking maar heel klein misschien en je kiest ervoor om daar contact mee te maken en gaandeweg die anekdotes te vertellen en dan zeg je erbij ja, dat, is wel, dat is wel niet vaak ik hoop dat er daar meer van was maar door bewust die verhalen te vertellen herschep je het verhaal waar je vandaag in zit. En wordt dat al een stuk realiteit zonder dat je in beweging bent gekomen. En dan de weg vooruit is aandacht geven aan de juiste communities. En dat bedoelde ik met, ik wil toch nog even wat mensen eren. Ik ben zo blij dat een mens, ik heb nu al twee keer zijn naam gezegd, James Benfield, maar ook een André Pelliums. Uh, 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 ik ben in contact gekomen met, met Vicky Daniels, die, die mij persoonlijk begeleid heeft um, om een stuk, een nieuw pad te vinden. Ik heb met haar kunnen samenwerken, we hebben samen nomads gedaan. Um, dat heeft me allemaal heel veel gebracht. Um, die trainingen, die opleidingen, die mannenweekends, dat shamanisme, daar zitten mensen. En dat heeft mij zoveel energie gegeven om in het onbekende te stappen. Om die dingen te doen die buiten mijn comfortzone lagen, um, maar die, die toch ergens aan mij trokken. En als, als, als ik sta vandaag waar ik sta, is vanuit een stuk mijn kracht dat ik in de juiste richting heb gekomen. Maar dat, dat, dat er in dat veld waar je naar kijkt heel veel mensen klaarstaan om u te helpen. En je op te vangen. En dat je het allemaal niet alleen moet doen. En, en dat, dat heel dat verhaal dat ik heb verteld, van amai, dat is veel werk en innerlijk werk, en je moet het allemaal alleen doen, als je in de juiste richting kijkt, en dat bedoel ik ook achteruit. Want als je in de juiste richting achteruit kijkt, in de juiste richting achteruit kijkt, dan zie je heel veel mensen die jou helpen in jouw nieuwe verhaal. Als je in de verkeerde richting achteruit kijkt... Dan zie je heel veel mensen die jou gevangen houden. Ja, in jou. En die jou tegenwerken. En als je in de juiste connecties maakt vooruit. En dat is wat er fundamenteel verandert en geschift is bij mij een paar jaar geleden. Fundamenteel verandert. Dat ik nog wel ergens iets van een existentiële eenzaamheid in mij voel. Die ik omarm en zeg: ja, hallo, welkom. Jij bent deel van mij. Maar dat ik mij. Heb durven teruglaten om sluiten. Opvangen. Omarmen. Van anderen. Dat ik hulp heb toegelaten. En dat ik daardoor een stuk contact heb gemaakt. Met een heel oud zeer. Waar dat ik misschien op mijn 15 jaar tegen mezelf heb gezegd, niemand gaat mij nog ooit pijn doen, ik ben fundamenteel alleen, en I trust nobody. En ik sta er helemaal alleen voor, en zo gaat het altijd zijn. En je gaat niet aan mij geraken. En dat schild, daar heb ik heel lang moeten over doen. En dan ben ik kwijt. Dat ben ik kwijt. En dan... Dan is de weg naar de emotie, naar de liefde, naar de verbinding, naar de zachtheid, um, is toen gekomen. En dan zag ik anderen staan achter mij en, en voor mij. En ik ben geen verlichte geest, want ik heb het nog even moeilijk dan, dan, dan iedereen. Maar ik sta veel. Met een opener hart in het leven dan, uh, dan een paar jaar geleden. Dus dat wou ik toch nog even zeggen. Want dat is dankzij mijn vrouw in de eerste plaats, mijn kinderen, mijn ouders, de vrienden. Ja, ik heb een paar namen genoemd die echt een fundamentele invloed hebben mij gehad, maar de lijst is lang. En uh, daar ben ik eigenlijk iedereen heel dankbaar voor. Ook ga ik even vertellen. Nou. Nou. Nou, dat voelt goed, hè? Beseffende, zegt de cynicus in mij, dat ook dit weer een verhaal is en morgen er een ander bestaat, maar dat is helemaal oké, okay. daar ben ik oké okay mee. Dat is mijn verhaal vandaag. Voelt goed. En als daar pijn en lijden op zit, dan vertellen we morgen een ander. Maar het zal in ieder geval altijd heel dicht. Uh... Die laag gaat niet meer weg. Die uh... En ik hoop dat dat schild ook niet snel terugkomt. Dus ik zie het nog niet zo snel, ik denk dat dat een stap is. Ja, die onomkeerbaar in de goede richting is gezet. Nog iets over die reizen, zeker, hè? Ja, die reizen. Ik, moet ik daar iets over vertellen? Ja. Die reizen. Het telefoontje. Als, als nu, hè? Iemand van in het begin van het gesprek blijven volgen is tot nu proficiat. Mm -hmm. Echt waar. Beste man of vrouw, chapeau. Deze we zou, bal. Zou je ervan zien hoeveel mensen uitluisteren? Wauw. Dan Erik U. Diepe buiging voor jullie allemaal. <laughs> chapeau. En het telefoontje waar Kobe over spreekt. Wow. Weet je wat komen? Toen ik naar hier reed, dacht ik, het gaat zeker fijn zijn zo. Om, uh, ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk nog nooit, ik heb al, ik heb toch al een paar keer de vraag gehad om uh, een gesprek te voeren of mijn verhaal te vertellen. Ik heb het nooit gedaan. Ja. Dus ik had daar nu wel zin in om om, om het te doen. Ik heb ik heb eigenlijk nog nooit een interview over mijn verhaal gedaan. Ik heb dat, ik ik dat, dat afgehouden. Ja, dat geschreven. Het is de eerste keer dat ik op een podcast kom en ik dacht, tja... Nee, ik heb dat afgehouden. Ja. Vanuit diezelfde reflectie ook wel die jij had. Um, maar ook omdat ik er niet klaar voor was. Um, omdat ik wil maar vermijden ook dat, 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 dat het een mooi rond geheel lijkt. Zo van, wauw, ja, dat is allemaal super logisch. Een gespreid over een leven is dat uh, gaat dat soms de mist in het bos en terug naar boven en langs alle kanten. En als we deze tijd hebben, dan ga je dat wel voelen als, uh, als luisteraar. Als je dat doet op 20 minuten en je maakt het mooi rond, dan ben ik geneigd om te zeggen: uh, Ja, ik heb al spijt dat ik het zo verteld heb, want zo was het niet. Maar goed, dat gezegd zijnde. Um, je zit in de auto naar hier. Ja. ja Ja, en toen dacht ik. Ik ga misschien toch de komen wat vragen laten stellen en niet te veel babbelen, want uh, nee. waar ga ik beginnen met de stomme keer de gebeurtenis? Oké, okay. uw intenties waren puur. Ja, Het was allemaal oké, okay. ik, kom, ik kom heel open naar hier, echt waar, er zat geen spanning op. En dit is er nu uitgekomen, ik ben er helemaal oké okay mee. Um, er is altijd een stemmetje in mijn hoofd, altijd. Dat denkt, dat, dat, dat heb ik altijd en dat heb ik nu ook, dat zegt gaf had zoveel niet moeten babbelen. Dat heb ik altijd wel. Uh, Gaat het dan om veel gezegd te hebben, of de verhouding veel gebabbeld, weinig geluisterd? Ja, of dat. beide? Nee, dat. Ruimte geven en ruimte nemen is, uh, is wel een thema van mij. En, en daarom ben ik zo blij dat ik nu doe wat ik doe. Ik zou verrast zijn, of niet, hoe goed dat ik niet alleen in mijn podcast, maar ook in mijn, uh, in mijn werk, met mensen of groepen, hoe goed dat ik ook kan, uh, ja, kan luisteren vooral omdat, omdat ik daar zo van geniet maar, maar toch <laughs> omdat ik dat zo fijn vind om maar te ook dat is toch een verhaal wat ik wil zeggen is uh, je wordt in, 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 in deze situatie expliciet uitgenodigd om uw verhaal te vertellen hmm. uh, want ik, ik voel mij exact hetzelfde hè? wanneer ik met mensen spreek zeg ik vaak of wanneer mensen mij wat vragen stellen zeg ik ben ik niet te veel aan het praten <laughs> dan zeggen die ja maar ik stel u toch vragen en dan mocht u toch praten. Ja, ik weet het. En, en waar ik dan aan denk is. Als ik morgen naar de cinema ga, dan ga ik ook twee, drie uur neerzitten. en ook niet praten en vertellen. Dat, hmm. dat is ook één. Ik wil niet zeggen dat het eenrichtingsverkeer is. maar daar is een format en daar is een verwachting. En er gaat nooit iemand zeggen. zou zeggen, in de cinema heb ik twee uur niet kunnen babbelen? Nee, dat is waar. En, en dank u voor dat, dat te brengen. En ik besef het. En, en die feedback heb ik al vaak gehad. En toch blijft ergens altijd. Uh, dat gebeuren en door het te benoemen ben ik het ook kwijt. Mm. Doordat ik het kon uh, zeggen, mm. ben ik er vanaf. En dat telefoontje, waar misschien die ene moedige luisteraar, mm. moest het op te wachten. Na, um, goh, ja. Ik, uh, dat is helemaal oké okay eigenlijk. Hè. Weet je, de telefoon ging uh, tien minuten geleden, uh, tien minuten voor we begonnen. En. Ik ben, ik ben het laatste half jaar heel veel bezig geweest met het maken van, van een motor en een auto en dat op te blinken. En, en ik heb zelfs mijn allereerste Facebook-advertentie ooit. En dat is voor ak expeditieleiderschap. Dat is, uh, dat is dat product van Tribes. Waar ik met groepjes, kleine groep, zes tot acht man. Leidinggevende of leiders, mensen op zoek naar verdieping en persoonlijk leiderschap. Hoe kan ik meer persoonlijk leiderschap aan de dag leggen? Dus dat kunnen alle soorten mensen zijn. Hoe kan ik vanuit wie ik ben nog sterker verbinden met anderen? Niet alleen naar binnen kijken, maar ook hoe kan ik taal geven aan waarvoor ik sta? En hoe kan ik krachtig naar buiten trainen vanuit mijn eigenheid, authenticiteit, inclusief mijn kwetsbaarheid? Om dat niet alleen in België te doen, in groepen. Maar ook in het buitenland. En ik, ik sprak, denk ik, al sinds zolang ik zelfstandig ben, van. Ik zou eens in het groepje naar de Ardennen. En de Ardennen werd dan. We moeten eens naar Frankrijk. Ik zou eens naar Frankrijk moeten gaan. En had ik zelf een cursus gedaan in Frankrijk? Dan dacht ik, ja, dat, dat, dat wil ik ook. Ik zou zelf met een groep naar Frankrijk. En zo kwam ik mijn nicht op het spoor, toevallig. Uh, die zagen dat ik dan. Uh, dat ik uh, nu. Jaar en een half geleden was ik medetrainer bij een programma, dat noemde Nomads. Dat was met uh, Vicky Daniels en ik, uh, het is haar programma, ik was, uh, ja, we hebben het meesamen samen uh, vormgegeven. Wacht, Vicky is uw nicht of uw nicht is nee, niemand anders? Nee, dat was uh, waar ik Nomads uh, mee deed mm. en iemand zag dat ik zo'n programma had samen met Vicky. En, en dat, was, dat was mijn nicht? Ja, ja. En die had ik al heel lang niet gezien. Tenzij, zij uh, nog eens op een begrafenis, je weet hoe dat gaat. Nog niet, maar, nee, ik kan het maar me ja, dat uh, ja, is ja, sp hoe spijtig zo'n dingen gaan. Zij is 50, ik ben 48. We praten toen we tieners waren, mm. de familiefeesten die gaan dan niet meer door. En later zijn alleen de familiebijeenkomsten nog op uh, een trouw die met onze leeftijd als maar minder mensen. Die zijn al geweest en dus dan komt het volgende, de begrafenis. En in ieder geval, om uh, mijn verhaal wat in te korten: um, wij waren het spoor wat bijster, hoewel ik met haar goed overeen kan. Blijkt dat zij directeur is bij Anders Reizen. En uh, voilà, en dan is er nu een partnership waar Anders Reizen heel die reis op zich neemt, um, de organisatie. En ik dan de groep kan meenemen. Er is nog een partnership naast Anders Reizen met ITSU-training. En ITSU-training is een trainingsbureau die dan ook de professionaliteit van de inschrijving, de administratie op zich neemt, zodat ik mij kan concentreren op, op de groep. Dat programma noemt Expeditieleiderschap. De eerste groep um, vertrekt, binnen, vertrekt op 24 maart. Voilà, Kristal, het gehoord, juist, exact. 24 maart tot 28 maart, vijfdaagse woestijn toch naar Jordanië. En dan is er uh, wat ik in de wereld heb gezet, uh, dan is er Marokko in juni. En uh, dan is er terug Jordanië in oktober. En er is Spanje in september. Dus heb ik heel goed uitgezocht wat doorgaande tochten zijn, waar we echt vier, vijf uur wandelen. Ja, je weet, als wandelaar en uh, jouw tochten uh, hoe wandelen je in je lijf brengt en in een beleving brengt, en hoe je al wandelend ook je verhaal kan vertellen vanuit all your senses, denk ik. En, en uh, doelbewuste wandelexposities. Met doorgaande tochten, waar ook uh, elke vorm van reizen geschrapt is. We gaan niet een stadje bezoeken. We gaan niet een sjaaltje kopen of een koffie drinken op een pleintje. Het is vijf dagen woestijn. Dus in de woestijn, dezelfde dag dat je toekomt, slaap je in de woestijn. Vijf dagen woestijn eruit en naar er um, Hetzelfde met, met, met Spanje, is in het zo gebergte Met Marokko is aan de kust. En, en dat is die Facebook-campagne om te zeggen: hey hier ben ik. Um, alles komt samen, community building, leadership en storytelling. En ik laat me volop zien was een stap. Omdat de pure ik daar echt helemaal in zit. Dus is me zo. Um, en ik kan niet veel doen. <laughs> Wat ga ik allemaal krijgen? Niks. Ik ga je gewoon meenemen en het ontstaat. En het telefoontje um, was uh, Nancy, die uh, mij belde om te zeggen, Jordanië gaat niet door. We moeten Jordanië van maart annuleren. Met het coronavirus. En, uh, en er kan niet. Uh, Jordanië heeft uitgevaardigd dat er niet vanuit Duitsland, Nederland en Italië of zoiets. Ik heb uh, niet alles uh, gecapteerd. Maar Duitsland was erbij en we vliegen vanuit Stuttgart. Um, laat geen binnenkomende vluchten toe van deze landen. Uh, zouden nog de vlucht kunnen herleggen. Uh, maar we hebben gezegd: dat gaan we niet doen. Want Morgen komen er twee, drie landen bij waar het ook niet kan. Dus dat was even, ja, dat was pittig, want ja, wat betekent dit voor juni, waar Marokko is? Uh, nou ja, vrees ik minder. Tegen de zomer en de temperatuur en het coronavirus zal dan wel uh, gestabiliseerd zijn, maar ja, je hebt mij het verwerkingsproces zien, mm. <laughs> zien maken van, oh my god, maar ik ben er denk ik Heel kalm in bleven. Het doet pijn om een groep die gevormd is, die is al samengekomen een halve dag, om, uh, om hen te communiceren dat, dat die fijne tocht die we gingen maken, waar ze toch lang naar uitgekeken hebben dat we die niet kunnen doen. Het doet pijn omdat ik, omdat ik nu juist het gevoel heb dat ik meer dan ooit mezelf zichtbaar maak tot en met een campagne om te zeggen, here I am, en die dan voor onafzienbare tijd een paar weken uh, de kop wordt ingedrukt. Maar dan, ja, een paar minuten later dacht ik, nothing's changed. Het is heel pijnlijk voor anders reizen, die meer dan één reis zal moeten annuleren. Voor mij is het eigenlijk, het is een klein... Pultje in de weg. Ik ga al die mensen bellen en zeggen: We gaan in oktober. Uh, wie heeft zin om in oktober te gaan, die sowieso gepland is. Dus ik ga gewoon door. Uh, het zal nu een beetje vertraagd worden. Ja. Geen probleem, denk ik dan. Jammer, heel erg jammer. Voor nu, voor maart, maar als ik dan uh, luister naar mijn verhaal van vandaag. En kijk naar de weg van waar ik kom van die 16 jaar. Gaat het op twee maanden echt niet aankomen? En ben ik veel meer bezorgd over wat het coronavirus op dit moment met een organisatie als anders reizen doet? Met wat het coronavirus voor de ronde van Vlaanderen, voor bedrijven, voor, voor mensen, de invloed dat dat heeft op individuen, de impact op families? Ja, kom op. Echt waar, Jordanië. Dus, uh, prikt een beetje wel. Maar ik kan het wel heel erg goed relativeren dan. Ja, en dat, dat was het telefoontje. Hè. Dat was vers van de pers. Ja. ja, het is toch wel. Ja, ik werk er een jaar op. Een half jaar, iets meer dan een half jaar. En dan, om het dan vooruit te schuiven, uit te stellen. Ja, dat is even, prikt een beetje. Hmm. Wauw, ik heb geen idee. Ik weet dat we lang zijn bezig geweest. Ik zie jou kijken naar richting Kolos. Als je niet kijkt, oh, twee uur en tien minuten. Gok ik, hè? Twee uur en 48 Wauw, oké. Okay. Proficiat aan, uh, aan jou om dit uh, mogelijk te maken, aan de zonderlinge luisteraar. Hmm om het uit te houden tot op het einde. Fijn. Met welk gevoel ga je thuis naar huis? Ik ben, ik ben heel erg geland um, in mezelf nu. Dus dat is goed. Dat voelt goed. Um, dus. Ja, merci. Dat heb je misschien om dat mogelijk te maken, want ik heb, ik heb, ik heb wel, ik heb wel ik heb versneld in het gesprek. Ik ben, ik ben zo in mijn verhaal ingegaan, uh, vandaar mijn bezorgdheid van net dat ik op een soort van kruissnelheid kom waar ik amper besef dat jij er was. <laughs> um, om dan nu, nu terug heel aanwezig ja, hier te zijn. Uh, en dankbaar te zijn voor het moment. Dus, een fijn gevoel. Ja. Dan moeten we nog eens op drinken. Ja. Maar niet te veel, want jij moet nog... Nee, uh... niet te veel, maar ik ga toch... Uh... Ik heb uh, voorzichtig mijn wijntje gedronken. Santé. Santé. Goe, Raf. Op die noot... Moeten we nog iets vertellen? Ja, wat, wat zeg jij zo op het einde eigenlijk? Heb je zo, uh... Ik vind het altijd mooi wanneer ik het gevoel heb dat uh, het verhaal in, in, in een gesprek verteld is. Maar ik bedoel niet louter het verhaal als in. nu heb ik uw verhaal gehoord en hoef ik u nooit meer te spreken. Maar, in, maar als in. Uh, je zit vanavond naar hier gekomen, we hebben gebabbeld. en het eindigt op een noot dat ik denk. ja, we hebben hmm. gezegd, er is verteld wat er moest verteld worden. zonder dat op voorhand te hebben gedefinieerd. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk voor mij om te zeggen: Oké. Okay. Of, en of we nu een half uur of, of, of drie uur bezig zijn, maakt mij eigenlijk zoveel niet uit. Ik, ik denk, um, ja, akkoord. Dus ik, ik, ik hoor wat je zegt. En, en weet je waar ik moest aan denken? Dus ik, ik heb ook dat gevoel. En ik zat nu ook te denken aan, aan verder dan ons. Um, als, er, als er iemand is die dit hoort en het gevoel heeft. Natuurlijk is er dat altijd, hè. Die vragen ze altijd, maar ik ga ze gewoon als gast expliciet gewoon stellen. Als iemand het gevoel heeft, iets in dit gesprek heeft mij getriggerd, um, uiteraard kan je uitreiken naar Koba. Ik denk dat dat de eerste lijn is. Maar ik ben, zoals Adam Curry en Stefan Denning, gewoon bereikbaar. Dat is gewoon... Uh, mail en twitter en facebook en en ik weet dat dat voor sommige mensen soms een brug is en morgen heb je weer iets anders en dan is de waan van de dag iets anders maar dat is dan zo mijn ding om te zeggen als je nu het gevoel hebt en je bent nog hier en je wordt door iets getreerd reach out um, er is overal hulp kijk voor u kijk achter u als dit gesprek voor jou mogelijk een stap is in een richting welke dan ook om te verbinden laat van je horen en misschien zijn uh, wij ik of Kobo wel ja rafstevens.be uh, dat kan dat werkt dus als, dat kan <laughs> uh, dat ja. kan ja dat werkt is dus een ja URL's, dus uh, dat kan uh, ja info at rafstevens.be dat, uh, dat is de e-mail en uh, ja, online vindt iedereen zijn weg wel, maar een warme uitnodiging om, om, om dat te doen als je er zin in hebt, wow, dat wil ik uh, nog meegeven, zodat het verhaal niet stopt bij mij, maar mogelijk um, iets is wat het verhaal van Steve Jobs voor mij betekent it was just a story het was just a story, en dat vind ik wel fijn voor mij om te kunnen zeggen: it's not about my story. Maar als mijn verhaal iets in jouw verhaal heeft getriggerd, dat zou uh, dat zou mij heel veel plezier doen, zelfs als ik het niet weet. Maar dat dat er is, daar doe ik het voor. Raf, dank u wel. Mm -hmm. Tot hier te komen om je verhaal te doen. Hey, hey. Voor de uitgestoken hand. En uh, ik heb het nu gedaan, maar voilà. Ik ben blij dat het hier was. En daar gaat het ook uh, bij eindigen, toch voorlopig. Ik heb geen intentie om dit uh, vaak te doen of zo. Dus ik ben, uh, ja, ben blij dat we die tijd daarvoor kunnen nemen. Bij deze. Fijne avond nog. Tot ziens.